Welkom allemaal bij de derde en laatste webinar in de reeks Spijtvrij na-isoleren. Vandaag hebben we het over innovaties op het gebied van ventilatie. Mijn naam is Oren Thijs Klaassen van TKI Urban Energy. En samen met Piet Jacobs en Wouter Bosboom van TNO hebben we deze webinar georganiseerd. Voordat we beginnen heb ik nog enkele huishoudelijke mededelingen. Het webinar wordt opgenomen, dus dat betekent dat je het later ook nog terug kan kijken. Verder wil ik jullie vragen om vragen in de Q&A te zetten. Die zullen we dan behandelen. Ten opzichte van de afgelopen sessies hebben we het nu net even wat anders ingeregeld, zodat we iets meer vragen kunnen behandelen en er iets meer tijd aan kunnen besteden. Dus graag de vragen in de Q&A zetten, dan kunnen we ze daar beantwoorden. Verder nog een bemededeling dat de standaard en streefwaarden afgelopen week zijn gepubliceerd. Binnen het programma was er niet meer echt ruimte om de standaard en streefwaarden te bespreken. Daarom willen we graag na het programma vanaf 11:45 nog even kort een toelichting geven over de standaard en streefwaarden. Dus mochten jullie tijd hebben, dan kunnen jullie aan blijven haken. En zal Guus Mulder, mijn collega, nog de standaard en streefwaarden onze eerste bevindingen toelichten. Mochten jullie daar geen tijd voor hebben, dan wordt het opgenomen en kunnen jullie later nog even rustig terugkijken. Wees vooral vrij om er nog een koffietje bij te nemen of een lunch erbij te pakken. Maar na 11:45 nemen we nog even rustig de tijd om daarop terug te komen. Verder wil ik jullie vragen, aan het einde van de sessie zullen we ook een quiz in de vorm van Kahoot doen. Dus start dat alvast even op, dan kunnen jullie dan snel even de code invullen en kunnen we snel aan de slag met de quiz. Dan wil ik graag door naar de agenda voor vandaag. Ik zal de aftrap doen. Piet Jacobs van TNO zal wat zeggen over veel voorkomende problemen bij ventilatie, maar ook oplossingen voor de veel voorkomende problemen geven. Wouter Bosboom zal daarop wat zeggen over hoe je prestaties meet en hoe je dat op een efficiënte wijze kan doen. Daarnaast hebben we nog een paar gastsprekers die wat zullen vertellen over hun innovaties. Dat zijn Adriaan Kramer van Brink, Koen Borre van Fresh Air, Yves Lambert van Rensen en Niels Guts. Die zal wat vertellen over bewonersgedrag en participatie, waar we de afgelopen sessies vrij veel de techniek in zijn gedoken. Zal Niels ons daar heel even uittrekken en heel even kijken, ja, welke invloed heeft ons gedrag nou op de adoptie van innovaties, maar ook op de energieprestaties. Dus daar zal hij ons weer heel even uittrekken als einde van dit webinar, maar ook als einde van de hele reeks. Uiteindelijk draait het om de bewoners en daar moeten we ook goed op aansluiten als we spijtvrij na willen isoleren. Als laatste zal ik nog even afsluiting doen van deze hele webinarreeks en ook even kijken wat zijn nou de vervolgstappen die we willen zetten naar aanleiding van deze webinarreeks. Dan nog even waarom een webinar ventilatie in het kader van na-isolatie. Nou, dat bleek eigenlijk ook wel uit het opstellen van de routekaart na-isolatie, dat ventilatie van groot belang is als je gaat na-isolatie en naarmate de kierdichtheid toeneemt. Ventileren is isoleren, wordt vaak gezegd, maar in de praktijk nou ja, zien we daar nog minder van terug. Overigens komt Yves nog even terug op die uitspraak, isoleren is ventileren. Daarnaast wil ik jullie nog heel even kort op het volgende attenderen. Welke ventilatiesystemen hebben we nou? Er zijn eigenlijk vier type ventilatiesystemen die we kunnen onderscheiden. We kijken eigenlijk deze sessie voornamelijk naar mechanische afvoer met natuurlijke toevoer en balansventilatie met warmte-terugwinning. Het zijn met een centraal ventilatiesysteem of een decentraal ventilatiesysteem. Dan wil ik nu graag het woord overgeven aan Piet Jacobs over het belang van goede ventilatie en welke problemen en oplossingen we daarvoor hebben. Moet je nog even unmuten, Piet? Ja, perfect. Dankjewel. Ja, ik ben dus onderzoeker bij TNO op het gebied van binnenluchtkwaliteit en enzymsparing. En ik heb al 20 jaar onderzoek gedaan naar ventilatie. En ja, hier zijn een aantal problemen die we daarin hebben gezien in al die jaren onderzoek. Even opmerken maken, het geluid, luchtdichtheid en hoe je volumestromen kunt meten, die worden in de volgende presentatie van mijn collega Wouter Bosboom behandeld. Oké, volgende sheet.
Maar ja, een belangrijk probleem is de ventilatie in de slaapkamer. Er is een onderzoek geweest in Denemarken en blijkt dus als je dus onvoldoende ventileert in slaapkamers, dat dat tot slaapverstoringen kan leiden en zelfs tot 3% productiviteitsverlies op de volgende dag. En ja, je ziet hier zeg maar met een open raam en een gesloten raam. En met gesloten ramen ja, neemt de CO2-concentratie bij die proeven toe ja, tussen de, zeg maar, de 1500 en 3000 ppm. Dat zien we trouwens ook heel vaak terug in Nederlandse slaapkamers. Foamsheet. En hoe komt dat? Ja, dit is eigenlijk een stukje natuurkunde. Als je zeg maar natuurlijk toevoer, mechanische afvoer, ventilatiesysteem gebruikt, dan maak je eigenlijk gebruik van deels van natuurlijke krachten voor de toevoer. Nou, afhankelijk van hoe de wind staat, heb je aan de ene kant de loefzijde, heb je overdruk op je woning, daar komt de lucht naar binnen. Aan de andere kant, ja, daar heb je eigenlijk helemaal geen drukverschil tussen buiten en binnen. En dan ziet hij daar rechts, op dat rechte plaatje, dat dus die slaapkamer, dat er geen drukverschil tussen buiten en binnen is. Dus daar komt ook geen ventilatielucht binnen. In de woonkamer is dat probleem wat minder groot, omdat daar, ja, dan heb je zeg maar dat het van links naar rechts kan doorspoelen. En dan heb je altijd dat de lucht via de loefzijde binnenkomt. Dus ja, het probleem zit hem vooral in de slaapkamer. En dan ook als je kijkt naar het effect van thermiek. Dan zie je dat in de winter door schoorsteenwerking dat in de woonkamer lucht binnenkomt, in de zolder lucht naar buiten gaat. Alleen exact de plek waar het ventilatierooster in de slaapkamer zit, ja, daar komt dus eigenlijk helemaal geen lucht binnen. Graag foamsheets. En ja, dit is dan een project, er is een 70-tal woningen gemeten, een stookseizoen. En ziet hij zeg maar in de figuur ziet hij het aantal uur dat die CO2-concentratie boven 1200 ppm is. Dus dan, dat is eigenlijk onvoldoende ventilatie. Dan ziet hij vooral bij ja, C2C, is dat, oh, graag terug. Is dat in slaapkamers, die blauwe blok, is 10 uur per dag komen daar die concentraties boven die 1200 ppm. Andere systemen C4C, en dat is eigenlijk een natuurlijke toevoer, maar dan met elke ruimte ook een afvoer en ook C2 geregeld. En daar ziet hij dat het, dan weer eentje te ver, het aantal overschrijdingsuren in de slaapkamer is maar beperkt tot 2 uur. En ook bij balansventilatie ja, is het beperkt tot 2 uur per dag. En wat dat eigenlijk wil zeggen is dat je eigenlijk in elke verblijfsruimte of een mechanische toevoercomponent moet hebben of een mechanische afvoercomponent. Anders dan heb je ja, te veel effect van dat loef-leizijde probleem. Oké, graag functie. Ja, als je dan kijkt naar andere gezondheidseffecten, is eigenlijk fijnstof een hele belangrijke. 2/3 van de ziektelast die binnenmilieu gerelateerd is, wordt veroorzaakt door fijnstof. Ja, wat meestal wordt gemeten aan de hand van PM2,5. Dat komt omdat dat zowel hart- en vaatziekten veroorzaakt als ook luchtwegklachten en bijvoorbeeld ook longkanker kan veroorzaken. Ja, het tweede probleem is vocht en schimmel, ja, building dampness, dat veroorzaakt dan vooral astma-klachten. Ja, graag functies. En als je dan gaat ja, meten fijnstof in een woning, dan zie je ja, een dergelijke weekpatroon. De rode lijn is de binnenconcentratie. Eigenlijk zie je elke dag dat er wordt gekookt en vooral als er wordt gebakken en gebraden. Dan zie je een forse fijnstofpiek. En die zwarte lijn is eigenlijk de buitenconcentratie. En hier zie je het eigenlijk voor 1 dag terug. En het interessante is dus, als je om 8 uur gaat bakken en braden, dit waren pannenkoeken met spek, dat het dan tot 11 uur 's avonds blijft hangen in je woonkamer. En ja, dat komt natuurlijk omdat die woning best wel luchtdicht is. En het andere effect is dat ja, tegenwoordig heb je open keukens en dan kan het meteen naar de woonkamer gaan, dat fijnstof. En duurt het veel langer voordat je het verdund hebt. En vroeger met een gesloten keuken ja, kon je zeg maar met de deur dicht 20 minuten afzuigkap aan zetten en dan was het klaar. En nu moet je direct alles invangen. Ja, functies.
En ja, bij dat vangen, daar zie je eigenlijk dat huidige bouwsluiteis van 75 piek per uur, dat is dat linkerplaatje. Ja, daar gaat gewoon eigenlijk een heleboel kookdampen gaat gewoon langs die afzegkap. Ja, je vangt maar de helft. En je hebt wel tot 4 keer zoveel als het bouwbesluiteis nodig om 95% direct in te vangen. En dat is dat rechte plaatje. Maar dat vraagt natuurlijk wel iets van het ventilatiesysteem. Ja. Nou, we hebben hier een woning gerealiseerd, de Nero Zero woning in Heerhugowaard. Daar hebben we het ventilatiesysteem en het kookafzuiging hebben met elkaar gekoppeld. En dat hebben we gedaan door de landventilatieunits op zolder aan te sluiten op een motorloze afzuigkap. En vrij ruime kanalen van 172 mm inwendige diameter gebruiken. Nou, het voordeel is dus dat je dan 300 kubieke meter per uur afzuiging hebt in de keuken. Eigenlijk vrijwel geluidsloos, want afzuigen van de motor van de afzuigkap staat veilig op zolder. En je kunt ook alle kookwarmte terugwinnen. Dus en je hebt feitelijk alleen voordelen, maar je moet dit wel direct in het ontwerp meenemen. En ja, het is een vrij groot kanaal, dus het kan soms moet je toch wat concessies doen. Wat je ook vaak ziet is bij appartementen, als die worden gerenoveerd. Dit waren dan appartementen in Amsterdam, die waren volledig nageïsoleerd. Dat er eigenlijk voor kookafzuiging niks anders wordt gerealiseerd dan een stopcontactje. Dat ziet je daar linksboven boven het fornuis. En wat mensen dan eigenlijk kunnen doen is een recirculatiekap plaatsen. Maar die vangt onvoldoende fijnstof en ook helemaal geen vocht af. Dat zijn toch gezondheidsrisico's, zeker als je nog op gas zou koken. Dus het advies is eigenlijk van zorg voor voldoende afvoer via het ventilatiesysteem of voorzien een apart kanaal naar het dak. Want ja, je kunt in een appartement natuurlijk niet naar de gevel afvoeren. Nou, wat we hebben gezien in BioWare is dat ongeveer 50% van het fijnstof in de woning uit de buitenlucht afkomstig is. Vandaag is toevallig weer een dag dat het behoorlijk vies is buiten. Als je balansventilatie toepast, dan is het eigenlijk heel makkelijk om dat fijnstof af te vangen door in plaats van een grof filter een FC-filter te gebruiken. En dan kun je zeg maar tot 3/4 van het fijnstof afvangen. Volgende sheet. Je kunt zeg maar bronafzuiging toepassen in de keuken, maar dat kun je ook toepassen in de badkamer. En dit is een douchecabine. Je zit naast een hoog rendement warmtewisselaar. Is die ook volledig gesloten? Wat je eigenlijk doet is je houdt bij het douchen die cabine op onderdruk en daardoor komt er ook geen vocht buiten de cabine. Nou, dan beslaat ook je spiegel niet meer. Wordt geleverd door Made BV. Oké, de volgende sheets. Ja, het laatste probleem. Het gaat heel snel. We hebben zeg maar 21 monitoringsprojecten bekeken in het verleden. Waar zeg maar woningen werden nageïsoleerd. Er was maar één project met passieve koelmaatregelen. Dit project waren zeg maar overstekken en ventilatieluiken in de benedenverdieping toegepast. Dat ziet je daar linksonder met het gele pijltje. Want het groot probleem is eigenlijk vaak dat de klapramen worden weggehaald. En dan kun je zeg maar je benedenverdieping helemaal niet verspoelen. En ja, waar bij andere projecten grote problemen waren, was hier juist uit heel tevreden huurders. 95% vond dat de temperatuur na renovatie was verbeterd. Dit was eigenlijk mijn verhaal. Dankjewel Piet, heel goed. In de chat zijn nog een paar vragen hoe om te gaan met ventilatie, kookafzuiging en kookvet. Wat kan je daarover zeggen? Kookvet, oké. Ten eerste is het verstandig om een afzuigkap te kopen met een klasse A vetfilter. Dan kun je zeg maar een heleboel problemen voorkomen met het kookvet. Wat we trouwens gezien hebben, zei ik dat het vet in de eerste bocht eigenlijk van het ventilatiesysteem al neerslaat. Dus
Het komt, als je het op het ventilaarsysteem aansluit, komt het helemaal niet bij die balansventilatie unit terecht. Ik zie trouwens ook dat Dick van Ginkel heeft zeg maar een antwoord geschreven dat er vorig jaar door het Lenteakkoord een heel mooi rapport is over kookafzuiging in nieuwe woningen. Dat is echt denk ik een heel handig overzicht van wat je allemaal kunt doen bij nieuwbouwwoning om een goede kookafzuiging te realiseren. Mooie tip. Misschien dat Dick van Ginkel deze ook in de chat neer kan zetten. Ja, staat er deze kan bereiken. Ja. Ah, perfect. Helemaal top. Mooi. We gaan gauw door naar Wouter. Wouter gaat wat vertellen over kwaliteitsborging van ventilatie en het meten van prestaties. Dus graag het woord aan Wouter. Ja, bedankt, Ori. We gaan straks nog een paar verschillende innovatieve ventilatiesystemen zien, ook voor renovatie. Maar het is natuurlijk niet alleen belangrijk dat die goed ontworpen zijn, maar dat ze ook goed aangebracht worden. En we hebben in het project Take Secure Vent hebben we geprobeerd om hebben methodes ontwikkeld om juist die vakmensen zelf zeg maar die prestaties te kunnen meten. En een beetje vergelijkbaar met de pakketlegger, dat voor die pakket aanlegt dat hij de vochtigheid van de vloer controleert. Eigenlijk wil je dat een installateur of een aannemer eigenlijk ter plekke die prestatie kan controleren. En 100% controle. Dat kan natuurlijk met de methode voor de bouwbesluit. En die zijn, maar je wil eigenlijk iets hebben wat iedereen mee kan nemen. Kijk naar drie aspecten. Geluid, volumestroom en luchtdichtheid. Geluid, de huidige eisen, maar dan praten we over nieuwbouw. Helaas niet nog voor bestaande bouw is 30 decibel. Nou, hoeveel is dat? Je ziet links hier, of rechts hier een staafje staan van een sirene. Dat ligt dicht bij de pijngrens. En onderaan het knisperen van bladeren. En net daarboven zit dan 30 decibel. Het is dus ja, best laag. Het is een uitdaging dus ook om te meten. Er zijn nog steeds best wel een behoorlijk percentage mensen die gehinderd zijn. En ook met name bij het inslapen, zeg maar. Dus het is nog steeds, sommige landen hebben ook een lagere eis. Maar er is een bouwbesluitmethode en dat is de NEN 5077, en daar kan je mee meten. Dus de volgende. Nou, als je kijkt, er zijn een aantal gespecialiseerde bureaus die dat kunnen meten. Je moet zeg maar niet alleen een goede geluidsmeter hebben, maar je hebt ook een speaker nodig waarbij je zeg maar op verschillende locaties ook de nagalmtijd moet meten. En de nagalmtijd is eigenlijk, je hebt dus een geluidsbron en ruimte en je hebt nagalm en die combinatie zorgt dus voor de totale geluidsbelasting. Maar er is ook gelukkig een vereenvoudigde methode, dus de BRL 8010. En daar haal je die nagalmtijd uit een tabel. Dus je kijkt van, nou ja, is het een ruimte zeg maar, die ongemeubileerd is? En dan haal je hem uit een tabel. En in principe is er ook klasse 2. Het is niet die hoogste klasse van klasse 1, maar ook klasse 2 toegestaan. Volgende slide. Nou, eigenlijk de grootste uitdaging, want je zou zeggen van, in het begin van het project dachten we van, nou, we pakken de telefoon. Maar die telefoon is eigenlijk alleen geschikt voor hele hoge geluidsniveaus te meten. En 30 decibel, dat zijn maar ja, weinig meters die daarvoor geschikt zijn. Bij de 5077 hebben ze dus ook een klasse 1. En dan moet je ook een spectrumanalyse moet erbij zitten om die nagalmtijd te meten. Wordt allemaal veel een stukje specialistischer. En die kosten zo rond de €1.750. En je hebt een speaker nodig die een behoorlijk lawaai kan maken voor die nagalmtijd. Nou, en die BRL 8010, hè, die vereenvoudigde methode, daar kan je met een klasse 2 doen. Nou, de goedkoopste is rond de 900, maar vaak wil je toch, is het toch beter om de goedkoopste klasse 1 te nemen. En dan zit je zo rond de €1100. En je hebt ook nog een kalibrator nodig van €250. Ik vertel straks even ook wat resultaten. Maar eerst de vereenvoudigde volumemeter. Ja, dus in de norm staat een drukgecompenseerde volumemeter. Die is wat prijzig om voor een gemiddelde installateur om die in de kofferbak te hebben. Ze hebben gekeken, is er iets eenvoudig mogelijk? En er zijn dus op de markt zijn er dus vleugelradanometers en een meetkoker beschikbaar. Maar het probleem daarmee is dat je wel goed afvoer kan regelen, maar toevoer, dat kan je niet goed meten. En daarom is in het project een geoptimaliseerde stroomrichter ontwikkeld. Het is nu ook op de markt met een lage weerstand. En dan kan je eigenlijk die verschillende ventielen, zeg maar, dus ook een van de moeilijkste ventielen is een ventiel waarbij één sector afgeplakt is, die kan je daar ook bij meten. Volgende slide. Nou, in België is er ook een certificeringsregeling waarbij zeg maar, je met je apparatuur aankomt en dan kan je dus
Hoe moet je dat? Niet alleen dus die afvoer die bieten meten, maar ook die verschillende toevoer die bieten. En dan moet je dus een referentiewaarde van 15% halen. Nou, dat haalt deze. En je moet beseffen dat ook, zeg maar, de apparatuur volgens bouwbesluit, ook daar zit een afwijking in. En met die 15% kan je een goed beeld krijgen, in ieder geval over de verdeling van je volumestromen over de verschillende woningen. Nou, dit zijn de metingen die we hebben uitgevoerd. We hebben bij 32 metingen hebben we naar verschillende aspecten gekeken. Nou, zoals het volume, maar ook naar het opgenomen elektrisch vermogen, drukval en het geluidsniveau. En je ziet eigenlijk dat geen enkele woning groen is. En dus er is best nog wel wat werk aan de winkel. Met name de woonkamer is het geluidsniveau vaak te hoog. Dat heeft te maken enerzijds dat het oppervlak wat groter is. Dat tikt dat ongunstig door in de formule. Maar ook zeg maar, dat je vaak je kookafvoer hebt. Dus bijna altijd te veel elektrisch vermogen. En dat is natuurlijk best jammer, want ja, er is natuurlijk al heel veel aan gelegen om het zo laag mogelijk te maken. Maar door het drukverschil ja, wordt dat toch best wel hoog. Ja, dus te kleine kanalen. Mag ik nog één keer terug? Ja, dus er is een goede relatie in ieder geval tussen die 5077 en die BRL 8010. Dus die geluidsmeting is in ieder geval geschikt als indicatieve methode. Het is wel, je moet wel s'nachts of 's ochtends vroeg meten voor het geschikte geluidsniveau. Dat geldt voor beide methodes. Volgende. Nou, daar hebben we ook naar luchtdoorlaatbaarheid gekeken. Het is gewoon van belang ten eerste voor je energieverliezen. Je wil geen lekke woning. Maar anderzijds wil je ook zorgen dat volumestroom uit die plekken komt waar je het wil. En niet uit alle kieren en gaten. De officiële methode is dus die blowdoor, maar je wil eigenlijk een methode hebben naast die blowdoor waar je 100% meting kan doen door de installateur. Dan heb ik een klein filmpje. Oh, sorry, eerst nog deze. Dus we doen het eigenlijk door, omdat die woningen zo luchtdicht zijn, kan je door de ventilatiesysteem aan en uit te schakelen, kan je een drukverschil opwekken. Bij systeem C doen we dan de roosters dicht en systeem D plakken we dan een van de toe- of afvoer af. Volgende. Nou, dit is een filmpje, dus je komt binnen bij een woning met WTW, zeg maar, of om het filter is een plastic zakje geschoven waardoor de toe- of afvoer uitgeschakeld is, of hij is afgekoppeld. En dan vervolgens, hij hapert. Yes. Er zit een drukvat in, om de referentie om een drukvat te meten. En je stelt een aantal zaken in dat je eigenlijk automatisch de goede volumestroom in, zoals het oppervlak van de woning. Stel je in en of je QV10 waarde wil of een ACH, net welke eenheid je wil. En vervolgens ga je dus die ventilatiesysteem op en af toeren. En daardoor krijg je eigenlijk een drukpuls. En het programmaatje dat rekent eigenlijk automatisch uit. Hè. Je ziet dat grafiekje van dat op- en aftoeren. Hier zie je dus die piek. En op het moment dat je hem uitzet, dan zakt hij naar nul. En die hoogte is in combinatie met de volumestromen die je vaak van een ventilatiesysteem kan aflezen of anders meet, dat je toch moet meten, kan je dan de luchtdichtheid bepalen. Nou, volgende slide. Dus de volgende. Ja. Dus hier zie je de resultaten van die veldmetingen die we hebben gedaan met de luchtdoorlaatbaarheid. De oranje is de blowdoor. En dan moet je voorstellen, daar zit ook wel een afwijking in tussen de 10% en 20%. En die is ook geen absolute waarde. En dat is als je een keer een meting doet en je laat de volgende ploeg meten, zie je daar best wel verschillen tussen. En je ziet dat die nieuwe methode daar goed in de buurt komt. Ja, dus prima gericht om 100% controle te doen. Zeg maar als aanvulling, zeg maar, volgens de officiële blowdoor test. Dat is mijn laatste slide, bedankt. Ja, jij ook bedankt, Wouter. Kan je nog iets zeggen hoeveel kosten of hoeveel tijd je bespaart met de nieuwe methode ten opzichte van een blauwe doog, indicatief? Nou ja, zeg maar, je kan in ieder geval sneller die testen doen, hè? Zeg maar, dat dan met een blauwe doog. En zeg maar ook, ja, de apparatuur is ook een stukje goedkoper, maar vooral ook, het is handzamer. Dus je kan, ik heb zelf toen in het begin al een prototype en dan kan ik een Albert Heijntas aanzetten. En dan 10 minuten stond ik weer buiten. Maar deze kan bijvoorbeeld ook in een rugzakje meegenomen worden. Zo met blowdoor heb je toch wel een behoorlijke achterbak nodig. En hetzelfde geldt natuurlijk voor die ook volumestroommeter. Ja, daar kan je, en de geluidsmeter, die kan je in principe, zeg maar, makkelijk ook in de bus kwijt. Of zeg maar bij een installateur door een erkend persoon. En deze methoden zijn ook opgenomen in de erkenningsregeling. Dus het sluit daarmee ook aan bij de wet private kwaliteitsborging. Dat
Perfect, dankjewel Wouter. Dan gaan we door naar de voorbeelden van innovaties. En een heel mooi voorbeeld van centrale ventilatie met WTW, maar wel een die bij renovatie het vergemakkelijkt, is een product van Brink. Dus ik wil graag Adriaan het woord geven. Adriaan, welkom. Dankjewel, Orin. Ben ik goed verstaanbaar? Ja, zeker. Ja. Ja, bedankt voor de aandacht. We hebben het allemaal in dit hele webinar natuurlijk heel veel gehad over isoleren. Omdat we natuurlijk die uitdaging hebben dat we gebouwde omgeving energie neutraal moeten krijgen. Dan zeggen we vervolgens isoleren is ventileren. Waarom? Omdat, dat wil ik nog eens even benadrukken. Het gaat natuurlijk om de bewoner. De bewoner wil gezond en lekker leven in zijn huis. Isoleren is natuurlijk mooi om de energie te besparen en het milieu te sparen. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk erom dat we ook met z'n allen lekker kunnen leven. En je kan pas lekker leven als je in een gezonde woning woont. En we hebben net al allerlei argumenten gezien, ook van Piet Jacobs en Wouter, nou, waarom je moet ventileren en wat er allemaal bij komt kijken. Waarom je het eigenlijk doet, hoeveel veiligheid er in je woning kan ontstaan als je niet goed ventileert. DNO die zag dat een aantal jaren geleden al aankomen. En die hebben toen een idee bedacht, wat destijds mengen over binnendeuren heette. Daar zijn we toen al bij betrokken geraakt. En we hebben eigenlijk samen met TNO dat doorontwikkeld en inmiddels omgedoopt tot multi-air supply. Daar wil ik jullie wat over gaan vertellen. Graag naar de volgende slide. Ja, wat is multi-air supply? Kijk, we hebben natuurlijk een enorme uitdaging als we gaan isoleren in alle woningen, bestaande woningen. Maar hoe ga je, de uitdaging is misschien wel groter, hoe ga je ventileren? Woningen zijn natuurlijk gebouwd en het is best lastig om in een bestaande woning een goed ventilatiesysteem in te bouwen. Daarom hebben we nu een systeem bedacht wat juist in die bestaande bouw eigenlijk heel makkelijk toepasbaar is. Waarom? Omdat wij een systeem bedenken, wat hebben bedacht, wat zonder toevoerkanalen werkt. Met name de toevoerkanalen naar elke verblijfsruimte in de woning, dat is heel lastig om daar te komen. Dan moet je in een bestaande woning enorm gaan breken, gaan hakken, om in bij die kamers te komen. En als je dat dan zonder die kanalen hoeft te doen, dan ben je daar natuurlijk al heel snel, ja, bespaart dat natuurlijk heel veel gedoe. Ook in nieuwbouw overigens goed toepasbaar, want je kan je voorstellen dat als je instortkanalen naar elke ruimte moet instorten in de vloeren, dat je dan daar ook misschien wel wat dunnere vloeren kan gebruiken als je geen toevoerkanalen hebt. Nou, het moet natuurlijk wel heel goed geregeld zijn, dat ventileren. Dus we doen dat op basis van actieve CO2-sturing, zodat je ook echt die luchtkwaliteit in elke ruimte goed heb. Nou, wat is dan het toevoerkanaal? Dat is eigenlijk even het belangrijkste. Ik zal het zo verder nog toelichten, maar eigenlijk het trappenhuis, trappenkolom, wordt als toevoerkanaal gebruikt. En dan de slimme indoor mixfan, die zorgt voor de ventilatie per ruimte. Dan heel stilstaan bij het laatste puntje op deze slide, de TNO-verklaring voor luchtkwaliteit beschikbaar. We hebben dat, eigenlijk TNO heeft dat destijds gesimuleerd in een programma om aan te tonen dat deze wijze van te ventileren ook echt voor een goede luchtkwaliteit zorgt. Inmiddels zijn we in de praktijk ook bezig met monitoren en we zien ook uit de meetwaarden die we hebben dat we gewoon prachtig resultaat hebben als het gaat om luchtkwaliteit in elke verblijfsruimte. Nou, wat is nou het geheim van Smit? Dat is de indoor mixfan. Je kan op dit plaatje niet zo heel goed zien hoe groot het is. Dus daarvoor even graag naar de volgende slide alvast. De indoor mixfan is een klein ventilatortje. Die kan boven of rondom een deur geplaatst worden. In dat apparaatje zit een ventilator en een CO2-sensor die de luchtkwaliteit meet. En je ziet hier, dit is eigenlijk vanaf de gang,
Maar aan de andere kant, in de slaapkamers, zoals je hier ziet, of op de volgende slide in de woonkamer, zie je eigenlijk dat het maar een heel klein, onopvallend element is in je huis. Wat in een bestaande woning dus eenvoudig ergens boven of naast de deur aangebracht kan worden. Graag naar de volgende slide. Ja, op dit plaatje, het is een beetje on-Nederlands huis misschien. Maar hier kan je wel al zien dat de lucht vanuit de technische ruimte, de gang wordt opgeblazen en zo via de traphuis naar elke ruimte kan. En dan elke ruimte zelf heeft dan een indoor mixfan. Op de volgende slide zie je een wat meer Nederlands huis type. En hier kan, hier wil ik even heel stilstaan bij de schaalbaarheid van deze oplossing. Er zijn in Nederland ontzettend veel woningen die ongeveer er zo uitzien. Dus een rijwoning met een aantal verdiepingen, een zolder. En heel vaak hebben die huizen al een afzuigsysteem, systeem C, zeg maar, een afvoerbox. Met een kanaal door de woning. En heel veel woningen hebben ook boven de deuren een bovenlicht. Of ergens nog in ieder geval een paneel boven de deuren zitten. Waarin die indoor mixfan makkelijk te plaatsen is. Dit type woning, er zijn er miljoenen van in Nederland. Daar is dit multi-air supply systeem heel makkelijk in toe te passen. Binnen een halve dag, als het een beetje mee zit, heb je zo'n heel ventilatiesysteem geïnstalleerd. Ja, nog even hierin op de werking. Nou, je ziet hier boven in de woning een WTW. Die kan je bijvoorbeeld plaatsen op de plaats waar een afzegbox hing. Je kan de afvoer van de WTW aansluiten op het bestaande kanaal wat er al is, wat vanuit de keuken, wc, badkamer komt. En de toevoer die gaat dan bovenin het traphuis in. Er is een centrale CO2-sensor aangesloten op die WTW. Die zit ergens onder in het traphuis. Die monitort de luchtkwaliteit in het traphuis. Die zorgt dat die lucht continu eigenlijk vers is. Op basis van CO2. Dan heb je de indoor mixfans. Die zitten bij elke verblijfsruimte zit er eentje. Die zuigt de lucht af uit die verblijfsruimte. Meet ondertussen in dat apparaatje in de indoor mixfan het CO2 niveau. En gaat meer ventileren als dat nodig is. Door de onderdruk die in die ruimte ontstaat, wordt de verse lucht die in die gang is, wordt toegevoerd onder de deur door. En die mixt zich daarna weer, als hij via de indoor mixfan op de gang komt, met die lucht die in de gang is. Ondertussen wordt natuurlijk op de gebruikelijke plekken lucht afgevoerd. En de WTW houdt dus in de gaten op basis van CO2 of die lucht in de gang, traphuis, vers is en blijft. Heel eenvoudig. Je hebt daar een aantal onderdelen voor nodig om dit systeem te installeren. Uiteraard een WTW-toestel die ergens in het huis wordt geïnstalleerd, aangesloten wordt met een dakdoorvoer en op de bestaande afvoerkanalen. Dan heb je een toevoer nodig. Nou, daar is natuurlijk geluid, komt daar weer om de hoek kijken. Dus het is heel belangrijk dat dat goed gebeurt. Daarvoor hebben we een speciaal toevoerrooster. Dat zie je linksboven in het plaatje een toevoerrooster ontwikkeld. Wat in combinatie met de demper eigenlijk zorgt voor een hele stille toevoer. Waarmee je prima binnen het bouwbesluit kan blijven. Nou, dan heb je die in de kleine indoor mixfan. En nog een CO2-sensor die op de WTW aan moet sluiten. Dus eigenlijk in alle componenten die je nodig hebt voor dit systeem. Volgens mij heb ik nog één slide. Twee slides nog. Nou, wat maakt het dan nog even uniek? Je hebt dus geen toevoerkanalen, waardoor je heel veel installatiekosten bespaart, of in ieder geval heel veel gedoe bespaart. De bewoners kunnen meestal gewoon blijven wonen terwijl het systeem wordt geïnstalleerd. En binnen een halve dag zit het erin. Simpel dus de WTW op de plek van de afzegbox hangen. Het is geheel vraaggestuurd, dus precies op maat. De luchtkwaliteit wordt goed in de gaten gehouden en die ventileert eigenlijk alleen maar het noodzakelijke per ruimte.
Daardoor heb je mooie energiebesparing, extra energiebesparing. En ook omdat je eigenlijk geen weerstand hebt in de toevoerkanalen, wordt er nog extra energie bespaard. Nou, nog een klein slide over de technische specificaties van dit component. Je kan hem instellen op verschillende waardes voor afvoer. Hij draait in de basis op een 20 kub per uur ongeveer. En is daarna vervolgens in te stellen op 35, 50 of 70, afhankelijk van de bezetting van die slaapkamer of woonkamer. Er zit een CO2-sensor in. En je kan ook de CO2-waardes minimaal en maximaal instellen, afhankelijk van ja, eigenlijk de ruimte, de grootte van de ruimte of de belasting van de ruimte. Geluidsniveau is ver onder de 30 dB. Dus ook daar, het is een mooi stil systeem. En men vraagt zich misschien af, wat kost het dan aan extra energie om zo'n ventilatortje aan te zetten? Nou, maximaal 2,5 watt bij 70 kub. En in de praktijk draait die rond ongeveer 1 watt, wat het aan energie kost. Dus niet zoveel. Dus even concluderend, het is super makkelijk toepasbaar in de bestaande bouw. En ik denk echt dat we hiermee mensen eigenlijk heel goed kunnen helpen als die hun huis geïsoleerd hebben, om vervolgens dat ook gezond te krijgen qua binnenklimaat. Dus hartelijk dank voor de aandacht. Ja, jij ook heel erg bedankt, Adriaan. Ik denk inderdaad een hele gave innovatie en ook heel goed toepasbaar op het centrale thema van deze reeks, om op te schalen naar 1000 woningen per dag renoveren. Dus heel erg bedankt. De meeste vragen die gesteld zijn, die heb je ook inmiddels wel beantwoord, zie ik. Maar er zijn nog een paar vragen die gaan erover inderdaad. Hoe doe je het met open dichte deuren? En lucht komt onder de deur het vertrek binnen, gaat boven de deur er weer uit. Ja, hoe werkt die circulatie precies? Ja, maar misschien even goed om kort te zeggen. Er is op onze website nog een filmpje te zien, waar toch wat gedetailleerder uit wordt gelegd. Dan zie je ook echt die luchtstromen gaan. Ja, misschien dat je die zo nog even in de chat kan delen. Ja, die zou ik zo even in de chat delen. Maar even over de open deuren. Kijk, als een deur open staat, dan vindt er sowieso al een grote uitwisseling plaats van lucht. Dus dan hoeft die intermixer zichzelf minder eraan toe te voegen. Open ramen kan ook prima, net als bij elk ventilatiesysteem. Mag je ramen openzetten, alleen het hoeft niet per se. Dus je luchtkwaliteit is goed, ook met gesloten ramen. Maar wil je gewoon wel de vogeltjes horen, dan mag je raam best wel openzetten. En wordt op die manier ook de luchtkwaliteit gewaarborgd. Perfect, heel erg bedankt. Dank voor je presentatie, Adriaan. En dan gaan we door naar de volgende, naar Koen van Fresh Air. Welkom. Jullie hebben een decentraal ventilatiesysteem. Natuurlijk ook als het gaat om het versnellen van energierenovaties, maakt decentrale ventilatie het ook een hoop zaken mogelijk. Dus ik geef graag het woord aan jou, Koen. Dankjewel, Orin. Mijn naam is dus Koen Borren, ik werk bij Fresher, een kleine Nederlandse fabrikant van decentrale ventilatiesystemen. Ik ga er in heel hoog tempo doorheen. U ziet rechtsonder in mijn contactgegevens, die komen aan het eind ook nog even in beeld. Als u vragen heeft, dan kunt u mij natuurlijk ook altijd later nog weer bereiken. Ik wil u graag iets vertellen over wat onze bijdrage kan zijn voor een fris en gezond binnenklimaat en hoe wij u eventueel kunnen helpen met het plukken van laaghangend fruit. Ja, volgende slide gaan horen. Hier schematisch ons systeem. Vraag gestuurd, decentraal, in balans en met warmte terugwinning. Fresher is als een soort van ademend raam. Het wordt in de muur geplaatst, daar op de plek waar je de verse lucht wil hebben. Muffe en vochtige lucht gaat naar buiten door het ene kanaal. Frisse en voorverwarmde lucht komt weer binnen, waardoor de warmte uiteindelijk binnen in het huis blijft. Dus daar waar je de verse lucht wil hebben. Volgende slide gaan we. Hier staan een aantal zaken die. Kijk, er zijn veel ventilatiesystemen op de markt, ook het decentrale ventilatiesysteem. Hier staan een aantal punten waarin Fresher zich onderscheidt, technisch gezien of qua toepassing.
U kunt sneller lezen dan dat ik ze kan voorlezen of kan toelichten. Dus kijk u rustig eventjes. Ondertussen vertel ik dat wij Passive House gecertificeerd zijn. Twee keer beloond met de eerste prijs in Duitsland voor decentrale ventilatiesystemen. Dus een aantal zaken die Fresher onderscheidt van anderen. Volgende slide, Harwin. Ja, nog even weer schematisch. Dus in de muur komt straks ook nog even een plaatje van hoe dat er in de praktijk uitziet. Twee kanalen, boven en onder, waar de verse lucht door naar binnen komt, dan wel de muffe lucht naar buiten toe gaat. Ja, toe maar hoor. Volgende slide. Hier ziet u hoe het er binnen uitziet. Een deur spleet daaromheen van zo'n 2 à 3 centimeter, waardoor de lucht naar binnen komt en naar buiten gaat. En ook aan de buitenzijde twee roosters, waardoor die lucht dus naar buiten gaat. Kruislinks gaat die er doorheen. In het midden schematisch hoe de fresher in het binnenblad van de spouw hangt. En twee buizen door het buitenblad naar binnen en naar buiten toe gaan. De volgende slide. We hebben drie types. We hebben een in the wall links. We hebben een on the wall hier in het midden en rechts in de window. Daarnaast is het zo dat we een everywhere versie hebben en forwards. Kleine ruimte-naar-ruimte ventilatoren ook vaak gestuurd. Waardoor meerdere ruimtes in het huis geventileerd kunnen worden. En ook afgezogen worden vanuit de natte ruimtes in het huis. Volgende slide. Ja, hier is de exploded view. Heel simpel ontwerp is het. Boven en onderin twee ventilatoren. Daartussenin de unieke warmtewisselaar. 8 kilometer, zeer dun koperdraad zit daar. Veel wat elektronica en sensoren. Het is geheel circulair ontworpen. Dat betekent dat als je het ooit wil ontmantelen, dan kun je het terugbrengen tot vier stapeltjes van ijzer, koper, wat foam en elektronica. Ook voor onderhoud erg simpel. Er zit een deur voor die open kan worden. Komt u simpel bij de ventilatoren. Dat zijn natuurlijk de enige onderdelen die ooit vervangen moeten worden. Draaiend daarmee natuurlijk altijd wat kwetsbaarder op de lange duur. Vier boutjes losschroeven. Er zijn vele fabrikanten die deze ventilator maken gelijkstroom. Je kunt zelfs ervoor kiezen alleen het lager te vervangen. Overal kun je makkelijk bij en elke monteur kan dat doen. Volgende slide graag. Ja, we hebben dus een unieke warmtewisselaar. Die zorgt voor de warmtewisseling of de koude wisseling. Ook in de zomer werkt het natuurlijk andersom. We voegen geen energie toe. We hebben een ultrafijnstoffilter. Die ervoor zorgt dat de buitenlucht ook schoon binnenkomt. En we hebben verschillende sensoren in de fresher gebouwd. Die ervoor zorgt dat er voldoende volume komt afhankelijk van de situatie binnen het huis. En daarmee zorgen we er uiteindelijk voor dat, dat het in de winter comfortabel is. Geen tocht of koude val. Dat er in de zomer afgekoeld wordt. We zorgen voor vermijding van dauwpunt. Waardoor er minder condensatie en geen schimmelvorming plaatsvindt. We zorgen dat er veel zuurstof binnenkomt, dat CO2 weggevoerd wordt enzovoort enzovoort. En uiteindelijk draait het er natuurlijk om dat we een comfortabel en gezond binnenklimaat hebben. En dat dat dan ook nog allemaal op een hele energiezuinige manier gebeurt. De fresher die kan, de volgende slide graag hoor. De fresher die kan aangesloten worden op wifi, waardoor de bewoner via een dashboard kan zien hoe de fresher presteert. Dat zien we hier links in de cirkel 24 uur, waarin je kunt zien wat het CO2 gehalte is, het volume van de ventilatie en de temperaturen. Ook rechts in de lijnen zie je daar een rode en een paarse lijn met de binnen- en buitentemperatuur. De groene lijn, de flow, dus het volume. En rechts onderin in het oranje de hoeveelheid energie die teruggewonnen wordt, dan wel bespaard wordt. In het volgende slide zie je datzelfde dan voor de vochtsituatie. Ik heb rechts daar twee pijlen bij gezet op het moment. En er wordt hier afgezogen vanuit de douche.
Je ziet dat daar het vochtpercentage oploopt en ook het dauwpunt oploopt. Dat komt omdat er op dat moment gedoucht wordt. Dan gaat de ventilatiegraad wat harder werken. En de dauwpunt wordt lager gehouden dan de binnentemperatuur. En ook de relatieve luchtvochtigheid wordt weer snel teruggebracht op het oude niveau. Waardoor condensatie verminderd wordt. Volgende slide zien we de fijnstoforen. Yes, en daarin zie je hier rechts in verschillende kleuren de grenzen aangegeven die er zijn aangebracht door, gegeven worden door de Europese gemeenschap. Situatie hier waar die regelmatig in het rood komt, dus ongezond. Niet zo'n situatie die vaak in Nederland voorkomt, maar toch in 20% van de dagen zijn er al een paar uur dat dat voorkomt. We hebben ook in de volgende slide kunnen laten zien hoe dat in onze eigen analyse software zit. 4 temperatuursensoren en hier met de rode pijl zie je het verschil tussen de buitentemperatuur en de temperatuur van de lucht die binnenkomt. Je ziet dus een grote mate van warmteterugwinning. Op basis hiervan kunnen we ook energieverlies en energiewinstberekeningen doen. We hebben dat onlangs gedaan in die hele koude week begin februari. Met temperaturen tot min 10, min 12 graden in het oosten van het land. En je ziet dan dat het warmteverlies zeer beperkt is. Ondanks dat we gebruiken daarbij geen bypass, we gebruiken daarbij geen voorverwarming met een elektron en elektrische spiraal of iets dergelijks. En het verlies blijft dan zeer beperkt. En hier in de zomer, andersom, dan is de buitentemperatuur in de middag hoog, binnen koel. En dan wordt die warme, frisse buitenlucht, die wordt eerst afgekoeld voordat die binnenkomt. Ja, tomorrow. Uiteindelijk energiewinst bereiken we doordat we minder volume ventileren, want we zijn vaag gestuurd. We hebben een unieke warmtewisselaar. En we hebben daarmee uiteindelijk een warmteverlies dat 5 of 15 keer minder is dan bij een NV-box op de allerlaagste stand. Met een knipoog noem ik hier een COP van 20 die mij laatst voorgerekend werd door een klant die dat op basis van het dashboard had uitgerekend. Ja, doe maar horen. Ja, de toepassing van Frischer, over het algemeen decentraal, kleinere huizen, niet grondgebonden corporatiewoningen, commerciële vastgoed zoals in de zorg, jongerenwoningen, seniorenwoningen. Bij de particulieren worden ook woonverdiepingen gedaan, dus een zonering waarbij in een slaapvertrek traditioneel geventileerd wordt en beneden met warmteterugwinning. Veelal in gepland onderhoud, ook in bewoonde toestand natuurlijk. En ook wel grotere renovaties en transitie van kantoren bijvoorbeeld, waarbij kantoren ofwel een nieuwe gevel krijgen of naar woningen worden omgebouwd. In prefab wordt het ook toegepast en je ziet uiteindelijk dat we veel sneller die ventilatiesystemen kunnen inbouwen, 5 tot 10 per dag, ook wel 15 per dag. En ik denk dat we daarmee ook een bijdrage kunnen leveren aan een versnelde energietransitie. In- en afregelen niet nodig, geen gespecialiseerd personeel nodig. Ik dank voor de aandacht. De volgende slide zie je nog even rechtsonder in mijn contactgegevens. Mochten er vragen zijn of wat rustiger wil praten, bel me op. Heel erg bedankt Koen. Duidelijk verhaal. Inderdaad nog een paar vragen en nog inderdaad een verzoek om te vertellen dat het onderhoud van het filter en de warmtewisselaar heel eenvoudig is en in de vaatwasser past. Verder ja. Nog wat vragen. Kan het ook horizontaal geplaatst worden? Nee, de Frischer wordt alleen verticaal geplaatst. Alleen verticaal geplaatst, oké. En hoe groot mag de ruimte zijn voor één unit? Ja, nou, er worden zeg maar in woonkamer, annex keukens zijn. En dan is een ruimte van 50 vierkante meter is prima te doen. Het hangt ook vaak een beetje af van de bewoning. Hè? Als je, over het algemeen is men tot 4, 5 mensen en dan is dat helemaal prima. Helemaal prima te doen. Ja. Oké, helder. Heel erg bedankt. Dan gaan we gauw door naar de volgende. Dat is Yves Lambert van Rensson. Die gaat ons wat vertellen over vraaggestuurde ventilatie. Dus ik draag het woord graag aan jou over, Yves. Goedemorgen, dankjewel, Orin.
Goedemorgen allemaal, mijn naam is Yves Lambert. Ik ben al 25 jaar werkzaam bij de firma Renson, dus een Belgische fabrikant van ventilatiesystemen. Ik ga jullie heel kort, want het tempo is hoog vandaag, kort toelichten waarom wij gekozen hebben voor vraagsturing. Volgende, Orin. Ja, het is heel duidelijk, de energierenovatie of in het algemeen de evolutie naar nieuwbouwwoningen, energie-neutraal, bang en de renovatie die er op ons afkomt, dat zal ervoor zorgen dat de woningen zeer goed geïsoleerd en bijna luchtdicht gemaakt zijn. Dus de nood voor ventilatie is zeer hoog. En dat kan je heel duidelijk zien in de volgende slide. Niet alleen het vocht is een probleem in zeer goed geïsoleerde woningen of luchtdichte woningen. De chemische cocktail die ontstaat in een woning is hier duidelijk op de slide rechts te zien, waar je de buitenluchtvervuiling kan vergelijken met de binnenluchtvervuiling. En de cocktail zelf die kan absoluut niet gezond genoemd worden. Dat heeft natuurlijk zijn effect op de gezondheid van mensen en ook op de woning zelf. Maar kan de gebruiker daar iets aan doen? De gebruiker zelf heeft daar eigenlijk weinig voeling mee. De mens heeft weinig sensoren om te weten of die luchtkwaliteit goed of slecht is. En de meeste systemen, althans in het verleden, hadden enkel een draaiknop waarbij dat je zelf moest afwezigheid, aanwezigheid of activiteiten gaan aanduiden. En het is natuurlijk duidelijk dat die knop niet correct gebruikt werd. TNO-onderzoek een tijd terug heeft dit duidelijk aangegeven. Op de volgende slide kan je dat zien. In 90% van de tijd stond die knop in positie 1 of stond die helemaal uit. Dat had natuurlijk ook voor een stuk te maken met de akoestische problemen van ventilatiesystemen. Maar dat geeft toch aan dat het ventilatiesysteem absoluut niet kon werken zoals het moest. Als men in positie uit staat of positie 1, dan is zijn de ventilatiegebieden onvoldoende om die vervuilende stoffen in de woning weg te ventileren. Dus het was tijd om te gaan opnieuw uitvinden, ook voor de ventilatieindustrie, om te zeggen, hoe gaan we dit nu oplossen? Als er geen slimme gebruikers zijn, ja, dan moeten we overstappen naar een slim systeem. En dan gaan we het systeem zelf laten meten en zelf laten aansturen. Gaan we daar een CPU in stoppen, die eigenlijk het brein vormt van de woning. En zelf de aanpassingen gaat doen die nodig is om de luchtkwaliteit of de binnenluchtkwaliteit in de woning op peil te houden. Hoe doen we dat? Wel, bij Renson hebben wij gekozen om een systeem te ontwikkelen die met een kleppensysteem is uitgevoerd, waarbij dat we in de verschillende ruimtes verschillende sensoren gaan toepassen. Het heeft natuurlijk geen zin om een CO2-sensor in een badkamer te gaan plaatsen. Nee, daar moet je gaan kijken naar vocht of VOC's bijvoorbeeld. Wel, elke ruimte wordt verbonden met een kanaal en elk kanaal heeft dan zijn eigen sensoren. En in functie van wat er gemeten wordt, gaat het systeem zelf meer of minder gaan ventileren in die specifieke ruimte. Hoe gaat dat in de praktijk in zijn werk? Wel, we hebben hier een woning schematisch voorgesteld. Je ziet hier een badkamer en een keuken waar een traditioneel ventilatiesysteem C is op aangesloten. Als we dat vraaggestuurd maken en er neemt iemand een douche, dan gaat enkel en alleen daar extra afgevoerd worden in die badkamer. Gaat er dan plotseling iemand koken in de keuken, dan wordt er daar ook afgevoerd. Maar wat we natuurlijk uit onderzoek gezien hebben, dat heeft Jacobs net ook uitgelegd, dat in alle gevallen, in alle woningen, ook voor systemen D met WTW als systemen C, de luchtkwaliteit in de slaapkamer altijd ondermaats was. De luchtkwaliteiten waren niet onder de waardes van 1200 ppm op CO2-niveau. Dus wat werd er gedaan? Renson heeft daarvoor gekozen om ook een afvoerleiding naar de woonkamer en naar de slaapkamers toe te voegen, om wanneer dat er daar iemand aanwezig is om die CO2-niveaus naar beneden te brengen door daar rechtstreeks te gaan afvoeren, waardoor wij eigenlijk een goede luchtkwaliteit krijgen in de hele woning. De woning wordt 24 uur op 24 gemonitord en dat levert door die vraagsturing ook een zeer goed energieverbruik op. Maar daar kom ik later nog eventjes op terug. Als we dan gaan kijken naar het verschil tussen, of ja, dit is nu eventjes nog een beeld voor een woning. Je ziet dus dat de woning is uitgerust met kanalen naar alle verschillende ruimtes. Dus ook naar renovatie toe is dit perfect mogelijk. Het bestaand systeem die in veel woningen aanwezig is, zal dan uitgerust worden met extra kleppen om die vraagsturing te kunnen uitvoeren. En wanneer mogelijk, liefst eigenlijk ook een kanaal te voorzien naar de verschillende slaapkamers om daar die luchtkwaliteit op peil te houden. Wat is nu het verschil tussen vraagsturing bij een C- en een D-systeem? Dat komt in de volgende slide naar voren. Oh nee, dat is nog eventjes één verder. Hier zie je eigenlijk nog dan het resultaat van wat zo'n C-systeem kan doen naar luchtkwaliteit toe. Je ziet dat de grenswaarde zit op een 1200 ppm. Wel, in de praktijk zie je heel duidelijk uit die monitoring dat we zelfs de 1000 niet halen. En onderaan die paarskleurige grafiekjes, daaraan kan je zien wat het kleppensysteem gedaan heeft. En je ziet dat het heel mooi de evolutie van de CO2-niveaus in die slaapkamer gaat volgen. En dus hoe je binnen
kwaliteit garandeert. Waar is nu het verschil tussen een vraagstructurering van een systeem C en een D? Wel, als hier in deze woning, je ziet de verschillende ruimtes aangeduid, slaapkamers, woonkamer, keuken en toilet, vochtige ruimtes in het rood, de woonruimtes in het groen. Als iemand een douche neemt bijvoorbeeld in de badkamer, zal enkel daar geventileerd worden en heeft dit voor de rest geen enkele invloed op de rest van de ruimtes. Er wordt niet meer afgevoerd in de keuken, er wordt ook niet meer afgevoerd in het toilet en er zal ook geen extra toevoer zijn in de badkamers. Het systeem is zeer vraaggestuurd en zal enkel ventileren daar en waar het nodig is. Als we dat vergelijken met een vraagsturing op een systeem D, dat is dan de volgende slide, dan gaat er, als er bijvoorbeeld iemand een douche neemt in de badkamer, dan gaat het systeem daarop reageren als daar een vochtsensor op zit. Maar door het feit dat het een WTW-systeem is en die al die ruimtes verbonden zijn, gaat ook de luchtafvoer in de keuken en het toilet geactiveerd worden. Dus je krijgt daar een groter energieverbruik. En door het feit dat het WTW-systeem gebalanceerd is, moet er ook extra lucht toegevoerd worden in de verschillende ruimtes. Dus het energieverbruik met vraagsturing bij een WTW-systeem is absoluut hoger dan bij een C-systeem. Nog eentje verder, Oren, ja. De WTW heeft daar nu al een oplossing voor gevonden. Dat kan je op de volgende slide krijgen. Nog eentje verder. Daarom hebben ze nu gekozen om te gaan zoneren. Dus ze gaan de woonzone afscheiden van de slaapzone. En op die manier kunnen ze daar toch ook nog weer een oplossing vinden om vraagsturing toch iets interessanter te maken voor WTW. Dus het mag duidelijk zijn, WTW haalt zijn energiezuinigheid vooral uit de warmteterugwinning. Een C-systeem of een vraagstuurd C-systeem haalt zijn energiezuinigheid vooral uit zijn vraagsturing door het feit dat het enkel daar en ventileert waar en wanneer het nodig is. Volgende slide. De volgende stap is dat we gaan kijken om die systemen te gaan connecteren met de buitenwereld. De informatie die beschikbaar is van het systeem zelf wordt naar de cloud gebracht. En dat levert toch een aantal voordelen op. Dat kan je op de volgende slide ook zien. Want we gaan uiteindelijk factual proof, we gaan bewijzen gaan leveren aan de eindgebruiker hoe het systeem werkt. Hier zie je op deze grafiek VOC-waardes, temperatuurwaardes en luchtvochtigheidswaardes. Je kan dus effectief heel goed zien wat het systeem gedaan heeft en wat de waardes waren of die binnen de perken gebleven zijn voor een woning. Nog eentje verder. Die informatie wordt teruggekoppeld aan de eindgebruiker via een app en die toont dan ook aan wat het systeem aan het doen is en altijd blijft zorgen ook voor een goede binnenluchtkwaliteit. Niet alleen naar de eindgebruiker, ook naar de installer hebben we gezorgd dat de installer zeer goed voorzien wordt van hulpfuncties bij het installeren, dat hij exact kan zien welke de debieten zijn die gehaald worden en mocht er ergens een probleem zijn en waar dat probleem zich dan ook bevindt. We gaan dan nog een stukje verder in om die installateur te helpen door een dashboard te voorzien. Dat dashboard zal dan helpen om te weten van waar hij zijn installaties heeft uitgevoerd, wie de installateur of de man was die effectief geïnstalleerd heeft en of er fouten of andere zaken zijn opgetreden. Kan hij alles van op afstand zien om proactief de zaken uit te voeren. Je mag nog een aantal slides of een aantal keer klikken. Die installatiedatum, al die informatie wordt erop weergegeven om die installatie zo goed mogelijk van op afstand te kunnen volgen. Ja, volgende slide. Maar je gaat ook nog verder. Niet alleen die wiet, CO2-waardes of luchtvochtigheidswaardes kunnen worden gemeten en historisch bijgehouden. Het systeem laat ook toe om energieverbruik te gaan meten. En dat zie je op de volgende slide. Je ziet dat we daar ook de ventilation rate of het debiet zelf gaan meten, maar ook het energieverbruik. Je ziet daar dat het energieverbruik zeer laag is. Dat wordt ondertussen meer en meer meegenomen in onderzoek door onderzoeksinstellingen. TNO en andere universiteiten zijn daarmee bezig en dat levert zeer interessante resultaten op, omdat we dan de juiste gegevens, niet puur labo-resultaten kunnen geven, maar effectief gegevens van bestaande woningen. En dat zie je op de volgende slide teruggegeven. Ja, dit is een onderzoek die vorig jaar is gepresenteerd op de Wereldconferentie van Ventilatie. Je ziet dat voor een 200 identieke woningen, hebben we hier kunnen analyseren, dat het gemiddeld opgenomen vermogen 9,4 watt is. Dus het is uiterst weinig met een jaarlijks energieverbruik van 80 kilowattuur. Dat komt neer op een elektriciteitskost van 20 euro. En voor een C-systeem, wat dat dikwijls benadeeld wordt, omdat we zeggen er is geen WTW aanwezig. De luchtafvoer is hier een 5350 megajoule aan verbruik met een stukje dwarsventilatie. Maar als we die verwarmingskost gaan berekenen met een gasketel, dan zit het daar op een 82 euro. Dus de jaarlijkse gemiddelde energiekost van dit ventilatiesysteem is slechts 100 euro. Dit is uiterst beperkt en dan heb je niet eens WTW nodig. Dus waar ik mee wil aantonen,
goede vraaggestuurde systemen kunnen perfect gaan concurreren met WTW-systemen qua energieverbruik en zeker op vlak van binnenluchtkwaliteit. Volgende slide. Daar kan je nog een stukje verder mee gaan. Als we kijken naar de gebruikersprofielen, want daar zijn dan vooral de onderzoeksinstellingen zeer in geïnteresseerd. Dit is een beeld van mijn eigen woning. Je ziet hier een aantal ruimtes, de slaapkamers van mijn drie kinderen, Thomas, Jasper en Maya. Slaapkamer van de ouders zie je ook en dan hier nog een aantal vochtige ruimtes. De bolletjes die erbij staan geven aan hoeveel er op dat moment daar geventileerd wordt. Als dat een klein bolletje is, is dat 10%, dus het minimumdebiet om te kunnen meten, om dan bij te sturen. Als dat bolletje groter is, zoals nu bij de slaapkamer van de ouders, ja, dan wordt er daar op dat moment veel geventileerd. Dit is nu 2:43, maart, 27 maart 2019. Volgende slide. We gaan nu eventjes live kijken wat er gebeurt in die woning. Dus mijn twee zoons zitten op UNIF en die zijn niet aanwezig. Mijn dochter is wel aanwezig en mijn vrouw en ik zitten in de master bedroom. Het is 3:00 s'nachts, 4:00, dus er wordt goed geademd en ook weggeventileerd in die verschillende ruimtes. 7:00 opgestaan, naar de badkamer gegaan. Mijn echtgenote geeft les, is nog eventjes naar het werk gegaan voor ze naar school vertrekt. Voor de rest van de dag is hier nu geen activiteit. Niemand is nog thuis. Het systeem ventileert wel, maar op een minimumstand. Dus het energieverbruik is uiterst laag. Het is nu 4:00. De eersten gaan thuiskomen ongeveer. Ja, mijn twee zoons zijn terug van UNIF, zitten in hun kamer en beginnen te gamen. Een aantal mensen zijn al naar de badkamer gegaan. Het is ondertussen 10:00. Ja, nog altijd aan het gamen, nog naar de badkamer. En je ziet, het is ondertussen 12:00 geworden. Iedereen zit in de slaapkamer, iedereen slaapt en er wordt maximaal geventileerd in de slaapkamer. Dus het geeft aan hoe goed het systeem het gebruik volgt. En dat is een goudmijn voor alle onderzoeksinstellingen die er moeten voor zorgen dat de energieregelgeving op punt moet staan en dat het niet mag gebaseerd zijn op veronderstellingen of assumpties, maar op werkelijke data. Volgende slide. Als we dit gaan uitextrapoleren naar duizenden woningen, volgende slide, dan is dit fantastisch goede informatie om te gaan kijken naar big data, om interoperabiliteit te gaan verzorgen, bijvoorbeeld om het ventilatiesysteem te laten communiceren met het verwarmingssysteem, zodat de verwarming optimaal is afgesteld op het gebruik. Je kan kijken naar servicecontracten. Je kan ook de normen gaan aanpassen. Want, nog maar iets verder. De assumpties gaan verdwijnen. Ja, assumpties gaan verdwijnen waarmee je de normen kan aanpassen. Want heel veel normen zijn gebaseerd op een onderzoek van enkele, misschien soms zelfs 2-3 woningen. Hier kan je duizenden woningen gaan analyseren om de zaken bij te sturen. En dat gaat uiteindelijk leiden, volgende klik, is dat we gaan naar betere energielabels met de juiste data, met de juiste berekeningen en minder theoretische zaken. Volgende slide. En dat was het einde. Super, heel erg bedankt, Yves. Zijn was ik binnen de tijd? Je was bijna binnen de tijd. We hebben een kleine uitloop, maar dat is oké. Nog één vraag die ik nog wil behandelen. Er zijn verschillende systemen voor vraagsturing met kleppen en sensoren. Jullie kiezen inderdaad voor sensoren in iedere ruimte. Ja. Is het, waarom niet voor verkiezen voor één sensor als aanzuigplenum? Omdat je dan de binnenluchtkwaliteit niet perfect onder controle kan krijgen. Dus elke ruimte heeft zijn eigen kenmerken. Dat had ik het ook aangegeven. Als je een CO2-sensor in de badkamer zou plaatsen, heeft dat zeer weinig effect. Je moet effectief zien welke activiteit er gebeurt in welke ruimte en dan een sensor kiezen die daarvoor geschikt is. Ja. Nou, super duidelijk antwoord. Goed verhaal, denk ik. Duidelijk wat het belang is van vraaggestuurde ventilatie en de impact daarvan. Dus, binnenluchtkwaliteit en energiezuinigheid zijn de twee belangrijkste kenmerken. Ja, perfect. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Dan ga ik graag het woord overdragen aan Niels. Die gaat ons niet zoveel vertellen over technische innovaties of over techniek. Die gaat veel meer kijken naar ons gedrag van onze mensen en wat de invloed daarvan is op het gebruik en de adoptie van innovaties en eigenlijk ook hoe we nu isolatie en ventilatie gebruiken. Dus Niels, welkom. Dank, helemaal goed. Ja, dus kan jij nu de presentatie overnemen? Oh nee, dat zouden we doen bij na de quiz. Na de quiz, mijn excuus. Ja. Je hebt helemaal gelijk. Dus jij mag hem opzetten. Precies. Naar de volgende sheet gaan.
Ja, we beginnen inderdaad met de kleine Kahoot-quiz. Dus ik heb in het begin gevraagd om inderdaad alvast naar Kahoot te gaan. En dan kunnen jullie de code invoeren. Die is 702-3634. David zet hem zo, als het goed is, nog even in de chat. Ja. Dus nog één keer herhalen. 702-3634. Ja, want wat ik alvast kan noemen is dat we een soort kort ritje gaan maken in de psyche van de mens. En dat is, kan shocking zijn voor de mensen die nog voorstander zijn of fan zijn van het rationeel denkende mensbeeld. Dat geef ik vast even weg, we gaan het quizje zo doen. Maar we gaan eens even kijken naar ook wat uit hersenonderzoek, fMRI-scans en dat soort dingen. Er is heel veel bekend uit de neuropsychologie de laatste 10 jaar. Er is steeds meer bekend welke delen van de hersenen bij gedrag aanwezig zijn en actief zijn. En daar komen toch wel nieuwe inzichten uit en daar gaan we het vandaag even over hebben. Maar we beginnen zo even met een kort quizje met wat alledaagse zaken. De tijd om te beantwoorden is vrij kort, 10 seconden. En er wordt bijgehouden wie het goede antwoord heeft en hoe sneller je reageert, hoe meer punten. Dus er komt straks een winnaar uit en die gaan we uitroepen tot de consumentenfluisteraar. Perfect, dan herhaal ik nog één keer de code, 702-3634. En dan Niels, kan jij het beeld even overnemen? Ja. Als het goed is, is het nu overgenomen, toch? Ja, klopt inderdaad. Je bent duidelijk te zien. Nou, we zitten op 65 deelnemers. Ik wacht nog een minuutje. Op zich is het al een mooi aantal. Dus het is een korte beslistijd. Dus lees even snel de vraag en geef een beetje vanuit de intuïtie, vanaf de heup, mag je hem inschieten. En eigenlijk ga je dan ook de betere antwoorden krijgen. Want als je er te veel over na gaat denken, dan krijg je weer dat rationeel denkende mens. Die zit nogal eens naast wat er echt speelt in je gedragshoek. Ik wacht tot hij de 70 aantikt en dan nog 2 deelnemers en dan gaan we beginnen. Nou, dat gaat hem niet worden. Dus ik zet hem nu op start. Nog 4 seconden. Het is, hoe raar ook, vaak blijkt gedrag tot stand te komen doordat we iets willen. Hè? Dus het emotionele brein, die wil iets en op een gegeven moment gaan we dat dus doen. En ons bewuste deel van de hersenen, waar ook logica en zo zit, die merkt dat we iets willen en gaan doen. En die gaat dan eigenlijk onbewust vrij snel redenen bedenken waarom we dit ook alweer doen. Het blijkt dus ook uit onderzoek dat 75% van de mannelijke autokopers pas advertenties gaan lezen nadat ze de auto al gekocht hebben. En Koen staat nu nog even bovenaan. De volgende. Vijf seconden. Ja, de meesten hebben het goed. Wat er gebeurt is dat we hebben een energieniveau. Dus op het moment dat er verleidingen op ons afgestuurd worden, dan hebben we energie om weerstand te bieden. En op het moment dat dat de accu leger is, als je moe bent, en dat is door de week 's avonds, zeker als je nog met kinderen de zorg moet combineren met werk. Dus het blijkt dat 's avonds om 10 uur is een soort dodelijk moment. Dan moet je eigenlijk dus jezelf extra wapenen tegen verleidingen. Maar dat gebeurt dus het minst. Dus op internet zie je dat de Zalando-knop
om 22:00 s'avonds door de week het meest geraakt wordt. Ondertussen heeft Dave de koppositie overgenomen. Hoeveel procent van ons gedrag is gewoontegedrag, dus zonder dat je er nog weer over nadenkt? Een paar seconden. Ook hier hebben de meeste mensen het goed. Dit is een heel hoog percentage. Het blijkt dus ook, onze hersenen zoeken automatisch patronen. Dat als je iets eenmaal gedaan hebt en dat bevalt en dat doe je nog een paar keer, dan gaat vanzelf een vuistregel ontstaan in gewoontegedrag. Dus het is in grote mate zijn we gewoontedieren. En dus het beste voorspeller van nieuw gedrag, zegt ze ook wel, is eerder gedrag. Er is één zintuig die dus het direct gevoel heeft op hoe we ons voelen, op de emotie. En dat is er dus maar één van de vijf zintuigen. Ja, ook hier de merendeel heeft het goed. De neus. Geurmarketing is de sterkst opkomende tak van sport. Dus je kunt eigenlijk de emotionele staat, en dat is vaak de belangrijkste basis van gedrag, pal ondertussen op kop, kun je het beste beïnvloeden door geur. Ook in negatieve zin kunnen mensen dus zich heel naar gaan voelen als de geur onprettig is. Ja, het stofje oxytocine, ook wel het knuffelhormoon genoemd, is een hele interessante. Want zodra dat stofje vrijkomt in onze hersenen, gaan we ons verbonden voelen met degene die dat veroorzaakt. En dan ontstaat vanzelf vertrouwen. Dus als je het hebt over afzenders, van wie kan het beste een boodschap tot vraag, om een vraag tot gedragsverandering te doen, dan is het heel prettig als dat stofje oxytocine vrijkomt. De laatste vraag ondertussen. Ook hier het merendeel goed. 32 heeft het goed. Het blijkt dat het... Het merendeel heeft fout juist hier. Ik kijk verkeerd. Het geen post meer krijgen van een vorige bewoner. Dat is toch alsof je op iemands domein nog woont. Dat is emotioneel dus belangrijker dan buiten de deur, zeg maar, de buren leren kennen. Nou, het podium, tromgeroffel. Adriaan op nummer 3, gefeliciteerd. De Ruudjes op 2 en nummer 1... Snuffy, mooie naam. Hartstikke goed. Ik zet deze op stop en we gaan naar het algemene beeld. Dus Orin, als jij de PowerPoint voor kan gaan zetten. En wat we hier gezien hebben, is eigenlijk in grote lijnen, wat ik al een beetje voorspelde, is dat het gedrag, we kennen vaak de rationeel denkende hersenen, dus dat je mensen met argumenten ergens toe kan krijgen. Dat lijkt zo mooi en dat is een deel van ons die ook echt wel bestaat. Maar het blijkt uit onderzoek dat we helaas een beetje, want je wil graag mensen met argumenten overtuigen, dat dat niet heel vaak aan is, dat deel van de hersenen. Volgende sheet. We hebben namelijk niet één stel hersenen, maar 3. En dat bovenste deel, de moderne hersenen, dat is nou zeg maar het deel als dat aan is, als de energie heen gaat, als de accu vol genoeg is. Daar kun je mensen aanspreken op argumenten en op lange termijn. Maar helaas zitten we dus heel vaak in het meer rationele reptiele brein, het oerbrein. En dat kent vooral het hier en nu en hele concrete zaken en vooral basale emoties. En wat hij eigenlijk wil, het reptiele brein, is streven naar plezier of het vermijden van pijn en verlies. En eigenlijk dus vooral ook niet gewoontegedrag veranderen. Ja, volgende.
Dus wat zie je hier? Je hebt zeg maar in het reptiele brein, dat is dus interessant, als mensen gestrest zijn, schieten ze nogal naar dat reptiele brein. Dus de stress van een nieuwe woning betreden, bijvoorbeeld als je de sleutel krijgt, ook de stress van een verbouwing, maar ook mensen die in de schulden zitten, die ziek zijn. Er zijn heel veel bronnen waardoor je gewoon tijdelijk niet beter ik bent. Dat maakt dus dat je eigenlijk terugzakt, zou je kunnen zeggen, naar dat emotionele brein. En als mensen daar zitten, dan moet je heel anders met ze omgaan. Dus dan moet je het niet meer gaan hebben over dit gaat het straks worden en een abstract begrip, maar moet je het concreet hebben, laten zien, vooral visueel werkt goed, en het hebben over het hier en nu. En de accu bepaalt dus eigenlijk waar mensen zitten. Dus als ik naar wijkaanpakken kijk, dan zie je dat je even plat gezegd naar opleidingsniveau inkomen, kun je een wijk al een beetje gaan screenen van oké, hoe goed zitten mensen hier in hun vel, in hun accu. He, dus op het moment dat dat voller is, die accu, dan kun je ze prettiger, makkelijker, zijn ze vatbaarder voor je argumenten en voor dingen als taal. En als het slechter met mensen gaat, en dat kan dus ook tijdelijk zijn, dan zijn mensen eigenlijk niet direct aanspreekbaar. Dat zie je hier ook terug. Als het structureel is, ik heb een project gedaan in Bospolder Tussendijk, de twee slechtste wijken van Rotterdam. Nou, 1/3 mensen zit structureel in de schulden en 40% chronisch ziek. Dan heb je een heel ander verhaal. Terwijl hier in Ede-Zuid, een nieuwbouwproject, alle bewoners kregen bij oplevering instructie over de MV-box. 15 jaar later spraken we ze van hoe gaat dat daarmee, wat werkt. 50% zei, die heb ik echt niet gehad, die instructie. Maar dat komt dus door de incidentele stress. Als je op dat moment helemaal vol bent van een nieuwe woning, vaak voor het eerst, dan is er eigenlijk geen ruimte meer op de bandbreedte. Dus wat is dan het advies? Het blijkt dat iedereen had die instructie gehad, maar mensen hebben zich werkelijk er niks van herinnerd. Of ze onthouden de verkeerde frequentie van vervangen filter. Dus wat kun je dan het beste doen? Niet in het sleutelmoment meteen die instructie, maar gewoon 2-3 maanden wachten. En als het stof wat neergedaald is, als het weer rustiger is, dan zeg maar instructie geven over de installatie. Ja, volgende. Nou, die stofjes, die noem ik even, want het maakt dus nogal uit wat mensen in emotionele staat, welke staat ze zitten. En die kun je dus ook wel beïnvloeden. We hebben hier zien we stofjes als dopamine. Dat geeft een kortstondig geluksgevoel. Dat geeft een oppepper. Nou, wanneer komt dat vrij? Als mensen een complimentje krijgen bijvoorbeeld, of een klein taakje afronden. Nou, de angst om te veranderen, dat emotionele wantrouwen wat het reptiele brein heeft, als mensen gestrest zijn, dat blijkt dus weg te krijgen zijn als het gelachig kan worden. Nou, dat is dus een hele mooie uitdaging om het doodserieuze onderwerp ventileren en woningaanpassingen, kun je dat ook leuk maken. He, dus humor inbrengen is niet alleen leuker omdat het dan voor jezelf leuk is, maar dat heeft dus fysiek effect op je doelgroep. Nou, oxytocine hebben we al even genoemd. Serotonine, een hele interessante. Dat geeft een langdurig geluk. Dus dat geeft echt een soort basis van ik voel me prettig. Wanneer komt dat dan vrij? Als je voor anderen van nut kan zijn. Dus wat we in wijkprojecten wel eens proberen, kunnen de bewoners zijn die voor de rest zeg maar de instructie doen en die na een soort aanspreekpunt worden. He, een galerij conciërge-achtig. En die er bijvoorbeeld de andere bewoners op momenten dat ze daar behoefte aan hebben, die instructie over de installatie geven. En dat is dus voor degene die dat doet, daar komen dus stofjes vrij die dat prettig maken om te doen, om voor anderen iets te doen. Ja, volgende. Nou, deze meneer is een interessante, die heeft 30 jaar onderzoek gedaan naar hoe je anderen meekrijgt, hoe je ze verleidt tot, toch tot gedragsverandering. Ooit had hij 3-4 jaar geleden, heeft hij een 7e drijfveer erbij gezet. Het zijn dingen die in de marketing natuurlijk heel veel toegepast worden. Je gaat ze ook herkennen. Schaarste, waar weinig van is, word je een beetje hebberig. Daar wil je snel iets van hebben. Hè? De laatste 20 exemplaren, alleen de eerste 10 aanmelders, dat soort zaken. Wederkerigheid, als je begint met iets te geven, ben je geneigd als dan een vraag komt om eerder zeg maar, dat antwoord ja te hebben. Sociaal bewijs, als je hoort hoeveel anderen in de groep iets doen, dan ben je sneller geneigd dat ook te doen. Als blijkt dat 65% van jouw buurtbewoners of complexbewoners iets al doen of interessant vinden, ben je veel sterker geneigd dat mee te doen. Dus dit zijn eigenlijk 7 mechanismen die niet via de ratio werken, maar dus via dat emotionele oerbrein. En het bijna zijn een soort reflexen. Dus op het moment dat ik laat zien, de hele groep doet dit al, is je neiging dat ook te gaan doen. En als de accu vol is, kun je nog weerstand bieden. Maar als die accu wat laag is, ben je dus eigenlijk wel redelijk je vrije wil een beetje kwijt. En ga je dus mee op dit soort verleidingsmechanismen. En dat kun je dus ook best heel goed toepassen als bouwstenen. Als je zeg maar een ventilatiesysteem wat nieuw is, wat ze niet kennen. Waar je toch een soort gedragscomponent nodig hebt. Om zeg maar mensen te verleiden dat te gaan doen. Ja, volgende. Laat die maar gaan, dat filmpje gezien de tijd. Wat ik nog even als laatste wil laten zien.
is dat er dus ook wel een verschil is in bloedgroepen bijna. Er is ongeveer 15% van de mensen zijn koploper, die vinden vernieuwing leuk. Dat is een soort karaktereigenschap, een van de big five. Naast bijvoorbeeld neurotisch zijn of extravert, is openheid voor verandering is iets wat een karaktereigenschap heeft. En het blijkt dat allemaal marktintroductiestudies, dat ongeveer 15% van de mensen vindt het wel leuk toch om iets nieuws een keer op te pakken. Maar dus 85% niet. Nou, dan moet je uitkijken dat als je die koplopers bij de kop hebt, dat je niet te snel denkt, hé, ik heb nu mensen uit de doelgroep, die vinden dit leuk. Vaak de techneuten zijn het ook, die vinden het leuk. Kijk uit dat je niet de valkuil maakt, dat je zeg maar denkt, dat zal dus de rest die middenmotors ook wel leuk vinden, want die zitten echt heel anders in elkaar. Die hebben meer zoiets van, waarom zou ik veranderen? Ik wil eerst proven technology, ik wil niet een guinea pig zijn, dat soort zaken. Dus als je de grote massa, die 70% middenmotors, mee hebt, die moet je vaak hebben om het een succes te maken, dan moet je dus in het begin, als je de strategie van verleiding bepaalt, ook met die groep om tafel gaan. En kijk uit dat je niet te veel alleen de koplopers zeg maar, meeneemt en het daarop afstemt. Ja, volgende. En een van de methoden, de marketing ook, die daarvoor veel gebruikt wordt, is de instellen van persona's. Dit zijn toevallig persona's van Albert Heijn. Maar wat goed werkt, is dus bewust te zijn van een soort kleine scan te doen van wie is mijn doelgroep. En dat kunnen dus ook verschillen zijn in leeftijd. Oudere mensen die vaak wat meer begeleiding willen, een één-op-één gesprek, die niet zo snel digitaal zeg maar mee kunnen. Nou, zo kun je eens kijken binnen je doelgroep ten aanzien van bijvoorbeeld die accu, maar ook bijvoorbeeld op de manier waarop mensen willen communiceren. Dan werkt het best aardig om zeg maar 2 of 3 persona's bij de kop te pakken. Dan heb je in ieder geval scherp dat er binnen de doelgroep vaak niet één groep is, maar dat er echt wezenlijk andere groepen zijn. En bijvoorbeeld anders pratenden, andere culturen, is dat als je het in een flat zit, soms zit er 1 flat 60 culturen. Nou, die moet niet 60 persona's gaan maken, maar het is wel goed naar die verschillen te kijken van benaderbaarheid, maar ook laaggeletterdheid. Als je voor sociale of voor woningcorporaties werkt, dan zie je dat soort factoren nogal terugkomen. Die eigenlijk heel bepalend zijn in je succes om zeg maar bijvoorbeeld communicatie over het nieuwe ventilatiesysteem goed voor de bühne te brengen. Dat is wat ik wilde vertellen in het kort. Heel erg bedankt Niels. Er zit inderdaad onder de deelnemers veel energieadviseurs. Veel deelnemers die aangesloten zijn bij woningcoöperatie. Dus ik hoop dat zij ook wat handvatten hebben gekregen om hun klanten te helpen verduurzamen. En ik denk inderdaad, de energietransitie aan zich is meer een sociaal-maatschappelijke uitdaging dan een technische uitdaging. En ik hoop inderdaad, na veel op technische innovaties ingegaan te zijn in deze webinarreeks, dat de mensen ook daar even uit hebben kunnen trekken en ook op deze manier een bewustzijnsslag gemaakt kunnen hebben. Dus heel erg bedankt hiervoor, Niels. Ik rond nog gauw even af. We zijn wat uit de tijd gelopen en Guus zal nog meer tijd afsnoepen als jullie nog wat meer willen weten over de standaard en streefwaarden. Dus ik ga richting afronding. Daarbij wil ik nog even wat vertellen over het vervolg van deze webinarreeks. Op 1 april lanceren we de routekaart na isolatie, de definitieve versie. Natuurlijk op 2 maart hebben we de beta-versie gelanceerd. Er komt ook nog een tweeluik in Duurzaam Gebouwd over de totstandkoming van deze routekaart. Er is eerder een artikel verschenen over dat die gepubliceerd zou worden. En in het tweeluik blikken we ook weer even terug. Wil je aangesloten zijn bij de 2.0 versie, want we willen de routekaart ook gaan doorontwikkelen. Laat het dan vooral weten. We hebben al veel enthousiaste reacties gehad. Veel mensen die wat willen betekenen. Maar laat het ook weten als je op de hoogte gehouden wil worden of ideeën hebt voor de routekaart. Wil je meer weten, dan wil ik jullie ook even wijzen op de 2 volgende documenten. David zal zo even een artikel dat we over na-isolatie hebben geschreven in de chat zetten. Die hebben we eigenlijk voor deze webinarreeks geschreven, waarin we uiteenzetten wat de belangrijkste na-isolatieroutes zijn. En daarnaast komt er ook nog een kennisdossier over de kosteffectiviteit van verschillende ventilatiesystemen. Dus daarvan hou ik de deelnemers op de hoogte. Volgende week zullen we jullie ook vragen om een evaluatie in te vullen. En op de landingspagina komen we nog even terug op alle gestelde vragen in de webinarreeks. En zetten we dat in 1 documentje uiteen. Dus die kunnen jullie nog verwachten. En het zou mooi zijn als jullie de evaluatie in kunnen vullen.
Voor nu alvast heel erg bedankt voor jullie aandacht. En dan wil ik zo graag het woord ook geven aan Guus. Die als nabrander het nog even zal hebben over de standaard en streefwaarden. Dus blijf vooral hangen als je dat interessant vindt. En anders hopelijk tot een volgende keer. Dankjewel, Orin. Ik zal gewoon gelijk verder gaan. We begrijpen dat dit na de sessie is. Dus iedereen die een broodje wil eten, dan voer je daar vooral vrij in. Ook dit deel zal later terug te vinden zijn via de website. Maar we vonden dit toch wel een belangrijk onderwerp om nog heel eventjes nader op in te gaan. In de webinar van vorige week noemde ik hem ook al eventjes. Toen was hij nog niet gepubliceerd en hing het nog steeds boven de markt. Inmiddels is afgelopen donderdag is er een kamerbrief gekomen waarin de standaard- en streefwaarden zijn uitgelegd aan de Tweede Kamer. Ik heb het maar frequently asked questions genoemd, uitgewerkt om met jullie door te lopen van wat zijn die standaard- en streefwaarden nou eigenlijk? Hoe moet ik die waarderen? En kan ik daar ook wat mee in mijn praktijk? Dus ik hoop dat als ik hier klaar ben met mijn verhaal, dat het voor jullie een stuk duidelijker is. Dus dan gaan we naar de eerste. Dat is de vraag, waar komen ze nou eigenlijk vandaan? In het klimaatakkoord in 2019 is al afgesproken dat die er zouden komen. Toen was het beeld dat die er vrij snel zouden moeten zijn, maar dat heeft dus uiteindelijk tot 2021 geduurd om die af te stemmen. En het ministerie van Binnenlandse Zaken is degene die hier voor aan de lat staat. De minister Ollongren heeft ook de Kamerbrief aan de Tweede Kamer gestuurd. En zij hebben een begeleidingscommissie waar eigenlijk alle belangrijke partijen om de verschillende bloedgroepen een beetje af te dekken in hebben gezeten. En die hebben er ook wat van gevonden en daar kom ik later nog op terug. Maar daar komt het vandaan. Dan de volgende vraag die ik heb beantwoord is, zijn ze definitief? Nee, dat zijn ze dus niet. Er is dus nu zijn ze voorgelegd aan de Tweede Kamer in een brief. Maar hiervoor was eigenlijk wel bekend dat ze, het is toch behoorlijk bepalend in wat er in de energietransitie gebouwde omgeving gaat gebeuren. Dus ze zijn eigenlijk controversieel verklaard. Dus eigenlijk is de verwachting dat pas na de kabinetsformatie ze door de Kamer zullen worden bekrachtigd. Maar nu is dus wel natuurlijk al duidelijk wat het voorstel is dat aan de Kamer wordt voorgelegd. Volgende vraag is, wat is nou eigenlijk het doel? Die standaard- en streefwaarden die willen zijn eigenlijk bedoeld vooral om duidelijkheid te schaffen aan de eigenaren van woningen over hoe hun woning er in 2050 eigenlijk uit zou moeten zien. Wat natuurlijk heel erg remt is dat je nog niet precies weet van hey, wat is de gemeente eigenlijk bij mij in de wijk van plan? Komt daar een warmtenet of moet ik naar een all-electric oplossing of komt er misschien wel een groen gasoplossing voor mijn wijk? En eigenlijk wat de standaard en de streefwaarden proberen is mensen duidelijkheid te geven van dit zijn gewoon dingen die kan je doen. Als je die doet, dan ga je daar in ieder geval geen spijt van krijgen op lange termijn. Hè. Als het zo meteen wel duidelijk is, dan zijn de dingen die jij gedaan hebt in ieder geval in lijn met die oplossing. Nou, dan is de volgende vraag is natuurlijk gelijk, wat is nou eigenlijk spijtvrij? En daar zou je natuurlijk meerdere dingen in kunnen doen, maar de definitie die is gekozen, is dat als je dat nu doet, dan, dus bijvoorbeeld, ik ga nu mijn gevel verduurzamen. Als ik mij aan de streefwaarde hou, dan weet ik in ieder geval dat de isolatiewaarde die ik heb gekozen voor mijn nieuwe gevel, dat die voldoende is voor die verschillende alternatieven. Je zou natuurlijk ook andersom kunnen kijken, dat je zegt van nou, laat ik nou alsjeblieft niet te veel doen. Want dan heb ik zo meteen een investering gedaan die achteraf onnodig is gebleken. Nou, zo kunnen de standaard- en streefwaarden volgens mij wel worden gebruikt, maar zo zijn ze in ieder geval niet ontworpen. Dus het gaat er vooral om dat je niet te weinig doet. En daar is ook het hele idee dat als je dus nu al bezig gaat als gebouweigenaar, dat je niet wil dat je zo meteen over een aantal jaar blijkt dat je te weinig gedaan hebt en dat je nog een keer aan de slag moet met diezelfde onderdelen. Volgende vraag is, waarom heeft dat nou eigenlijk die 2 jaar geduurd? En die 2 jaar, ik sta er niet heel erg van te kijken, want het is behoorlijk bepalend uiteindelijk voor wat we aan de energietransitie gaan doen in de gebouwde omgeving. En eigenlijk is het een vraag van, oké, wat ga je nou binnen de woning oplossen? Dus hoe energiezuinig gaan we de woning nou maken?
Ten opzichte van hoeveel gaan we nou oplossen door woningen op een warmtenet te leggen of meer duurzame productie van wind en dat via een goed elektriciteitsnet naar de woning toe brengen. En dat is een afweging die is gewoon niet helemaal eenduidig te maken. Je kan er allerlei berekeningen op loslaten, maar uiteindelijk is het toch gewoon een politieke keuze waar je voor kiest. En allebei is natuurlijk lastig. Hè? Dus als je het bij de woning oplost, dan moeten al die gebouweigenaren, en zeker de particulieren, dat zijn er gewoon heel veel verschillende mensen, die moeten allemaal zelf iets doen. Terwijl als je het buiten de woning oplost, dan heb je met minder partijen te maken, maar moet je wel veel duurzame productie en moet je ook op heel veel plekken iets met infrastructuur doen. Nou, die infrastructuur die is kostbaar natuurlijk, maar levert ook weer problemen op, omdat je overal de straat open moet halen om zo'n warmtenet of een zwaarder elektriciteitsnet aan te leggen. En dus die afweging is best ingewikkeld te maken en dat is ook de reden waarom de discussie daarover lang heeft voortgevoerd en uiteindelijk toch nog tot een conclusie is gekomen waar we denk ik blij mee moeten zijn dat het toch zo snel heeft gekund. De volgende vraag die ik wilde behandelen is van jou, wat zijn nou de uitgangspunten nou eigenlijk waar ze mee vanuit zijn gegaan? Wat je daar ziet is dat die ingrepen, die moeten vooral gedaan kunnen worden aan de binnenzijde van de woning. En wellicht dat je de spouw nog moet isoleren, maar ze zeggen eigenlijk van we willen voorkomen dat we mensen gaan adviseren of opleggen om de hele buitenblad van hun woning te gaan aanpakken. En dus dat is een beetje, en dan kom je natuurlijk op een ander type maatregelen als dat je dat wel meeneemt. Dus dat is een belangrijk uitgangspunt. En dan mag je weer naar de volgende. Vervolgens is natuurlijk de discussie van ja, als het dan een politieke keuze is en waar zijn ze nu op uitgekomen, wat vinden we daar nou eigenlijk van? En wat je ziet, die begeleidingscommissie die is daar ook niet helemaal onverdeeld over. Dus er zaten best wel een aantal verschillende bloedgroepen in die begeleidingscommissie. En EDES en vastgoedbelang, hè, dus de mensen die de woningeigenaren vertegenwoordigen, die zeggen eigenlijk van ja, dit is een veel te hoge eis en dit is, hè, legt een opgave bij onze leden die eigenlijk niet goed te doen is. Dan aan de andere kant de stroomversnelling zegt van ja, maar je zou eigenlijk veel verder moeten gaan, want ja, als dit de energievraag van woningen gaat zijn, hoe gaan we dat nou oplossen met warmtenetten en hoe gaan we die duurzame energie al opwekken? Ja, dus ja, ik vind het altijd mooi als je ergens uitkomt waar aan beide kanten mensen het te hoog of te laag vinden en dat er ook een aantal partijen zijn die het goed vinden. Maar ja, hier kan je dus heel erg over discussiëren en het ligt heel erg aan wat je achtergrond is, in welk kamp je terecht zal komen. Volgende. Is deze standaard nou voor alle woningen gelijk? Nee, dat is hij dus niet. Ze hebben eigenlijk een knip gemaakt naar vooroorlogse en naoorlogse woningen. Ze zeggen ja, vooroorlogse woningen zijn veel ingewikkelder om aan te pakken. Dus daar gaan we minder hoge standaard voor vragen. Alles na de Tweede Wereldoorlog hebben ze dus wel op één hoop gegooid. Maar daar hebben ze wel gezegd van nou, er zijn eigenlijk twee belangrijke dingen. Eén is, je hebt natuurlijk eensgezinswoningen, je hebt meergezinswoningen. Daar zit een groot verschil tussen. Dus daar zijn twee verschillende standaarden voor. En ze kijken ook naar de compactheid van de woning. Dus als je meer buitenschil hebt ten opzichte van hoeveel inhoud je hebt in je woning, dan heb je meer warmteverlies via de gevel, dak. En heb je dus meer moeite om aan die standaard te voldoen. Dus daar hadden we rekening mee. Als je een woning hebt ergens in een appartementencomplex waar je bovenburen, zijburen, onderburen hebt, en dus alleen maar een geveltje waardoor je naar buiten kan kijken, dan is het veel makkelijker om die woning te doen. Dus daar hebben ze rekening mee gehouden. Wordt het verplicht? Nou, dat is niet zo. Er staat, en dit heb ik letterlijk uit de tekst gehaald, vooralsnog vrijwillig. Maar er zijn nu al twee uitzonderingen op. En dat is dat voor verhuurders dus wel is afgesproken dat die in 2050 aan de standaard moeten voldoen. Als je dan deze standaarden en streefwaarden hebt, dan kan je natuurlijk gaan kijken van oké, kunnen we dit ook verplicht gaan stellen voor andere eigenaren? Maar dat is nu nadrukkelijk nog niet het geval. En er zijn natuurlijk ook heel veel partijen die zeggen van ja, dat moeten we ook niet willen. Ze zijn vooralsnog dus vrijwillig voor particulieren en verplicht voor verhuurders. Dan is er, denk ik, gaan we een klein beetje de inhoud in van die standaard en streefwaarden. En
Eigenlijk zijn er dus twee verschillende dingen. Dus je hebt de standaard. Dat is wat we met elkaar afgesproken hebben in 2050 van hoe een woning eruit moet zien. Op welke manier moet met welk energieniveau zou die woning verwarmd moeten gaan worden. Dat zegt iets over het eindresultaat. En dan vervolgens heb je de streefwaarde. En die streefwaarde is eigenlijk alleen bedoeld om gebouweigenaren te helpen om die aan die standaard te gaan voldoen als ze met die woning bezig gaan. Dus die streefwaarde die zegt iets over losse bouwdelen. En die zegt van oké, als je dus met je gevel aan de gang moet gaan, welke waarde moet je daar nou behalen om ervoor te zorgen dat als je zo meteen in 2050 alle bouwdelen gehad hebt, je in totaal aan die standaard voldoet. Nou, de standaard is in energieverbruik per vierkante meter en de streefwaarde in isolatiewaarde, toch? Ja, dat klopt inderdaad. Perfect. Dan gaan we naar de volgende. En dat is, hoe ga je die standaard nou bereiken? En daar zijn in feite worden er drie wegen onderscheiden. En voor de tweede en de derde weg is dus ook een andere streefwaarde waar je aan moet voldoen. Ze zeggen, oké, in principe kan je dus in stappen daartoe komen. Je kan dat op drie verschillende manieren doen. Eén is, je gaat een samenhangende aanpak doen. Dus je gaat heel specifiek naar die woning kijken. En je gaat kijken van, oké, welke verschillende dingen moet ik voor deze woning maken? En daar ga je een apart berekenmodel op loslaten. Dan heb je in feite die streefwaarde niet nodig, want je hebt een adviseur die dat voor jou berekent. De andere twee gaan ervan uit dat je die woning in delen gaat doen. En dan zegt ze eigenlijk, kan je twee verschillende dingen doen. Of je gaat enkele bouwdelen doen en je gaat eigenlijk niet de hele woning aanpakken. Dus je kiest er als gebouweigenaar voor om alleen je gevel en je dak aan te passen en je vloer en bijvoorbeeld je beglazing te laten zitten. Nou, dan zeggen ze, dan moet je dus die bouwdelen heel goed isoleren, want er blijven ook een aantal delen over die niet verbeterd gaan worden. En het totaal moet uiteindelijk toch aan die streefwaarde of aan de standaard voldoen. Dus betekent het dat je een aantal bouwdelen echt heel goed in gaat pakken en dat je een aantal bouwdelen laat zitten. En de derde manier die je kan doen is dat je zegt, nee, ik ga al mijn bouwdelen aanpakken en die ga ik allemaal naar een gemiddeld niveau brengen. En dat gemiddelde niveau, als ik alles heb aangepakt, telt gezamenlijk op naar die standaard. Dat zijn eigenlijk drie verschillende aanpakken die zij hierop op loslaten. En dat leidt dus tot andere streefwaarden. Nou, wat is nou de standaard waar je aan moet voldoen? Nou, dit is het tabelletje, dus die laat inderdaad zien, hè, die verschillende type woningen van voor en na de Tweede Wereldoorlog. En elke keer geven ze dus aan voor die woning van wat voor netto warmtevraag zou je daar nou voor nodig hebben. Nou, het tabelletje laat ik even, dat gaat heel snel de diepte in. Er zijn twee dingen die wel van belang zijn. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om welk temperatuurniveau heb je nodig om die woning te gaan verwarmen. Want je hebt zometeen een warmtepomp of je hebt zometeen een warmtenet. En die komt met een bepaalde temperatuur, levert die de warmte aan jouw woning. En die woning die moet daar comfortabel warm gehouden mee kunnen worden. Nou, dan zijn ze dus eigenlijk vanuit gegaan dat of 70 of 50 graden gaat zijn. Bij 70 graden gaan ze vanuit dat als je dus die isolatie op deze goede manier vormgeeft, dat die warmteafgiftesysteem, dus je radiatoren in je woning, dat die in principe voldoende zijn om op 70 graden verwarmd te worden. Op het moment dat je een warmtenet krijgt met een lagere temperatuur, en daar nemen ze nu 50 graden. Dan zeggen ze, ja, dan is de woning qua gevelisolatie is die goed, maar dan is waarschijnlijk, en dat wordt bijvoorbeeld voor woningen na 1945, wordt het voor 20% van de woningen wordt het ingeschat dat het geval is, is dus je warmteafgiftesysteem daar niet voldoende in. Dus dan zou je iets moeten doen, andere type radiatoren, om ervoor te zorgen dat je met die 50 graden, die woning op een goede manier kan verwarmen. Volgende sheet. Nou, vervolgens is dit ook weer een sheet met heel veel informatie. Hij wordt toegestuurd, dus ik zou zeggen, probeer hem niet in één keer te doorgronden, maar ik zal wel even kort aangeven waar je nou op moet letten. Dus wat ik hier heb gedaan, is dat ik voor die twee verschillende strategieën heb ik de streefwaarde aangegeven. Je ziet aan de linkerkant, zie je van oké, we hebben een dak, een vloer, een gevel, ramen en kozijnen. En als je nou enkele bouwdelen aanpakt, dus je zegt, nou, er zijn gewoon een aantal delen die voor mij niet te doen zijn,
En dan zit je dus in die tweede stroom en dan zeg je, ik ga enkele bouwdelen naar een heel hoog niveau brengen. Nou, en dan krijg je dus deze RC-waardes, dat is de waarde van isolatie voor de verschillende bouwdelen. En er staat ook achter aangegeven van hoeveel centimeter isolatie je daar ongeveer voor nodig aan moet denken. Op het moment dat je zegt van nee, ik ga voor de derde route, dus ik ga al mijn bouwdelen naar het gemiddelde niveau brengen. Of misschien zijn een gedeelte van de bouwdelen al op het gemiddeld niveau. Dan kan je, dus genoeg nemen met mindere isolatiewaardes voor de verschillende onderdelen. Maar dan moet je ze dus allemaal van het lijstje uitkiezen. En waar hier wat mij betreft een aandachtspunt zit, dus als je dus voor die tweede route gaat, dan is het uiteindelijk wel de optelsom van de verschillende onderdelen of je aan de standaard voldoet of niet. En die zal je dus als gebouweigenaar wel zelf moeten maken. En een van de dingen die je in mijn ogen tegen gaat komen, is dat sommige mensen denken van, nee, mijn vloer is het makkelijkst, dus ik ga mijn vloer heel goed isoleren. Maar op het totaal levert je op zich niet zo heel veel op, omdat de meeste de warmte stijgt op, dus de meeste warmte gaat via het dak en daarna gaat er nog wat voor de gevel en die vloer die komt erachteraan. Is ook belangrijk. Maar als je dus denkt op basis van deze aanpak van, nou, ik kan volstaan met alleen mijn vloer heel goed te isoleren, dan zal je zien dat niet zo is en dat je dus wel naar de optelsom moet kijken. En dan kan het zijn dat voor sommige gebouwen, ook als je voor de tweede aanpak gaat, je best wel veel van de onderdelen die hier apart genoemd zijn, zal uit moeten gaan voeren. Nou, en daar zou je toch uiteindelijk een expert bij moeten hebben om voor jou te bepalen van oké, welke kan ik laten zitten als ik voor zo'n hoog niveau aanpak ga. En wat is dan voor mij het handigst? Volgende sheet. Ja, de allerlaatste. Oh nee, de ene laatste. Ene laatste. Die had ik nog een mooi rondje omgezet. Want hier zit natuurlijk ook naar waar we het vandaag over gehad hebben. Dus ze kijken niet alleen naar hoe goed isoleer je de woning. Maar ze kijken ook naar hoe ga je dan die ventilatie in die woning regelen. En we hebben vandaag kunnen horen waarom dat heel belangrijk is. Dan de allerlaatste. Oh ja. Nou, deze vond ik ook wel aardig. Is de standaard ook als een label uit te drukken. Dat hangt dus een beetje af. Als je het in één keer doet en dat zit in de labelmethodiek, dan zal je voor de meeste woningen na 1945 op een label A-woning uitkomen. En als je het in stapjes doet, zal je voor de meeste woningen na 1945 op een label B uitkomen. En ik weet dat er in het document over de standaard en streefwaarde wordt ook gerefereerd aan een onderzoek dat ze hebben gedaan naar een aantal woningcorporatiewoningen die ook stapgewijs zijn geïsoleerd en die kwamen uiteindelijk gemiddeld op label A uit. Maar dan zie je dus dat, voor mij was dit in ieder geval wel een referentie, want ik heb altijd een beetje in mijn hoofd van wat is nou een label G-woning, wat is een label B-woning, wat is label A en wat is nog veel beter. En ik had zelf moeite om te vertalen van oké, wat is nou de standaard en wat betekent dat nou voor wat voor label je op uitkomt. Dan geeft dit een beetje een beeld. Hè. Dus het zijn niet A++, dus we gaan de woningen niet heel ver duurzamen op het moment dat we voor deze standaard gaan kiezen. Maar hij sluit wel bijvoorbeeld goed aan bij de ambitie om in dit jaar al alle woningen van woningcorporaties naar gemiddeld label B te brengen. Wat ik mooi vind daaraan is dat label B kan je op heel veel verschillende manieren halen. En een aantal van die manieren is niet geschikt voor een andere manier van verwarmen als via een HR-ketel. En wat deze standaard dus eigenlijk doet, is daar een aantal voorwaarden aan voorwerpen. Dus het zegt niet alleen label B, maar het zegt label B op deze manier. En op het moment dat je dat op deze manier hebt gedaan, dan kan je er ook van uitgaan dat die op een andere manier dan via aardgas verwarmd kan worden. Nou, dat waren de dingen die ik eventjes langs wilde lopen met jullie. Ik heb niet in mijn verhaal de chat bij kunnen houden, maar wij zullen zeker daarnaar kijken en hier ook nog iets apart over publiceren om jullie ook hierin te helpen dat dit ook echt handvatten zijn voor jullie om hiermee aan de slag te kunnen. Super Guus, heel erg bedankt. Heldere toelichting. En mochten er vragen hierover zijn, inderdaad weten mij en Guus te bereiken. Dan staan we jullie graag te woord.
Ik zal nog heel even voor de zekerheid mijn contactgegevens als allerlaatste delen. Dan kunnen jullie vragen bij mij neerleggen. Die zal ik bundelen, die zal ik op de landingspagina zetten. Die zal ik ook naar jullie toe mailen in de namailing. Dus weet ons te vinden. En heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid. En bedankt.